Goedenavond, dames en heren. Heel erg welkom op onze 100 minuten voor mensenrechten op 10 december 2018. Het is heel fijn dat u deze avond de treinvertragingen, de files naar Antwerpen en andere grote uitdagingen overwonnen hebt om toch hier bij ons te zijn, om samen te komen. We hebben de afgelopen weken met enige herhaling en aandrang laten weten van dat u hier moest zijn vanavond om te laten zien dat mensenrechten anno 2018 nog steeds cruciaal waren in het maatschappelijk debat en in het werken aan een betere wereld of aan een menselijke wereld. Want 10 december is natuurlijk een heel belangrijke, een heel bijzondere datum. 70 jaar geleden vandaag, exact 70 jaar geleden, werd de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens afgekondigd door de Verenigde Naties, waardoor die tekst wellicht een van de meest belangrijke internationale teksten geworden is van de 20e eeuw. Het was ook een tekst die heel erg uitademde dat de gruwel van de Tweede Wereldoorlog en de Eerste Wereldoorlog, maar ook het nazisme en het fascisme en alles wat die wereldoorlogen mee mogelijk gemaakt had, het extreme nationalisme, de ideologieën die andere mensen ontmenselijkten, dat die plaats zouden moeten ruimen in de 20e eeuw na 1948 dan voor een ander bestel dat gefundeerd zou zijn op individuele mensenrechten, maar ook, is dan later uitgewerkt, in culturele, in sociale, niet alleen in politieke en burgerlijke, maar ook in economische en collectieve burgerrechten of mensenrechten. Dus een heel complex aan afspraken gegroeid vanuit die universele verklaring voor de rechten van de mens. Maar het is echt de steen waarop de naoorlogse wereldorde gebouwd werd, of waarop tenminste de bedoeling was dat die gebouwd zou worden. Dat is met veel horten en stoten, met falen en vallen en opstaan en een beetje krabbelen gebeurd. Dus het is geen eenvoudig en simpel verhaal geweest, dat hoef ik u niet te vertellen. Maar het belang van de mensenrechten wordt de afgelopen jaren, naar ons gevoel, veel te weinig onderlijnd. En daarom vonden wij die 70ste verjaardag zo cruciaal en wilden we daar iets bijzonders mee doen vanuit Mo. Tweede reden om vandaag u samen te roepen en die 10 mensen uit te nodigen om met ons te komen nadenken over mensenrechten, is het feit dat net vandaag, en dat is denk ik toch niet geheel toevallig, in Marrakesh een nieuw internationaal akkoord aangenomen is, het Global Compact for a Safe, Regular and Orderly Migration. En ik moet u over dat compact niet veel meer vertellen, want er zijn, denk ik, voor zover ik mij herinner, en ik heb al wat te herinneren in mijn leven, is er geen internationaal akkoord geweest waar zoveel maatschappelijk debat en politiek debat over geweest is als over deze compact. Ook al is hij, dat weet u, niet wettelijk bindend, maar biedt hij wel een frame, een aanpak, een perspectief, en net het perspectief van de mensenrechten als cruciaal om ook migratie mee te benaderen en beter te regelen, zodanig dat de migranten er beter van worden, maar ook de bevolkingen in de samenleving waar ze uit ze vertrekken, waar ze doorgaan en waar ze aankomen, of waar ze naar terugkeren, of waar ze uiteindelijk belanden. Iedereen in de wereld heeft voordeel bij een goed gereguleerde en bij een veilige, bij een wettelijk georganiseerde migratie. En daarover gaat die compact natuurlijk. En aangezien die juist op mensenrechten gebaseerd was, vonden we het samenvallen van die 70ste verjaardag van de Universele Verklaring met het aannemen van de compact meer dan reden genoeg om daar onze jaarlijkse MO-lezing in de Roma rond te organiseren.
die we trouwens samen met Zuidcafé en Roma organiseren en uiteraard ook met het Vlaams-Nederlands Huis De Buren, die onze vaste partner zijn voor de MO-lezingen. De format van vanavond is anders dan anders, maar dat bent u van ons ook wel gewoon. Er is weinig dat altijd hetzelfde is als mooi iets organiseert. Vanavond hebben we 10 sprekers die elk 10 minuten krijgen om hun inzicht te geven in het belang van mensenrechten anno 2018 en de 10 jaren die nog volgen. En de rest van de mensheid krijgt dan daarna nog eens de kans om een avond te organiseren om het voor de 10 volgende jaren te doen. We hebben 10 mensen onmiddellijk bereid gevonden, wat ook meteen aangeeft dat ons aanvoelen dat de mensenrechten nog eens echt onderlijnd moesten worden, dat we daar absoluut niet alleen in stonden. En we doen dat vanavond in 2 schijfjes. We hebben nu 5 mensen op het podium zitten voor de eerste helft van deze avond. Als zij hun verhaal gedaan hebben, dan nemen we een korte pauze van een 15-tal minuten. Tijdens die pauze kan u niet alleen consumeren in de zin van iets drinken of iets eten, maar is er ook een boekenstand open, want nogal wat van de mensen die vanavond spreken hebben een boek dat onder hun verhaal zit en wat zij u eigenlijk graag willen aanprijzen. Maar bescheiden als ze zijn, gaan ze dat niet doen tijdens die 10 minuten, want dat kost meteen 3 minuten van hun tijd als ze zelf reclame beginnen te maken. Maar u wordt wel gevraagd om straks even naar die boeken te gaan kijken tijdens de pauze of na de avond zelf. Voilà, dat is de inleiding op wat een hele mooie, uitdagende en diverse avond beloofd te worden. En dan zou ik nu Reginald Moreels als eerste spreker van deze 10 mensen willen vragen. Reginald is ooit nog voorzitter geweest van Artsen zonder Grenzen België. Hij is daarna staatssecretaris geweest voor ontwikkelingssamenwerking en is op dit moment nog altijd urgentiearts, chirurg die ingrepen doet in oorlogs- en conflictgebieden. En dan zeg ik er meteen bij dat ik Reginald verontschuldig, want als hij gedaan heeft met praten, dan gaat u hem met zijn jas en zijn pak en zijn zak van het podium zien verdwijnen op weg naar Beni in Oost-Congo, waar een aantal ingrepen wachten tot hij komt. Reginald is zo vriendelijk geweest om zijn vertrek met 1 dag uit te stellen om hier vanavond bij ons te kunnen zijn. Maar hij moet dus zelfs wel meteen vertrekken. Reginald, uw 10 minuten gaan nu in. Ja, goed. Ten eerste allemaal goedenavond. Bedankt ook aan Guy en Mo van dit georganiseerd hebben. En als ik zo rondkijk in mijn carrière en hetgeen ik nu nog altijd doe, dus humanitaire zendingen, dan heb ik vaak geleefd wat ik zou noemen in een context van bloed en tranen, van effectief zonder sentimentalistisch te doen alles wat een wapen, een menselijk lichaam kan aandoen. Vandaar toch mijn meer dan gewone theoretische of zelfs militante afkeer, maar viscerale afkeer voor alles wat wapen is. En dan zie ik ook dat ik permanent in gebieden heb geopereerd waar dat de mensenrechten niet werden gerespecteerd. Laat staan mensenplichten. En dan als ik dan in Oostende zit en ik doe consultaties voor dokters van de wereld, voor migranten en daklozen, dan zie ik nogmaals dat ook in ons land die mensenrechten niet worden gerespecteerd. En ik ben persoonlijk effectief in contact gekomen met de 2 eerste natuurlijk mensenrechten. Schoenmaker blijkt bij u leest, dat is effectief het recht op gezondheidszorg. En dat zie ik overal in de wereld wel effectief met de voeten getreden. Natuurlijk het recht op gezondheidszorg waar ik nu morgen of overmorgen, of dus morgen naar vertrek via Brussel ben nu, dat is een zone waar dat er bijvoorbeeld geen enkele specialist is voor 1,5 miljoen inwoners daar, waar hier dus af en toe ziekenwagens aan rode lichten op elkaar rijden om een gekwetste te gaan halen. En effectief, ik denk ook dat dus dat recht op gezondheidszorg even goed afwezig blijft in onze maatschappij, maar daarvoor zal de volgende spreekster daarover uitweiden. Maar wat mij betreft vind ik ongelooflijk dat in ons land, waarschijnlijk met de beste sociale zekerheid
de zekerheid ter wereld. Ik weeg mijn woorden dat er hier nog mensen moeilijkheden hebben en dat wij artsen moeilijkheden hebben om een patiënt zonder papieren effectief naar een gespecialiseerd ziekenhuis te brengen, laat staan een bloedafname te laten doen. Dus wat dat betreft zijn we nog ver van de zaak. Nu, ik moet ook zeggen dat de taal, en als ik zo oorlog hoor, dan, oorlog, ik hoor van de morgen of vandaag dus een ex of de populairste Vlaming dus effectief vertellen dat hij dus bijna een oorlog ging beginnen tegen andere democratische partijen. Ja, dan vraag ik mij af, waar zijn wij mee bezig? Waar ben ik mee bezig? Ik kom in oorlogsgebieden, het zou goed zijn dat die persoon in kwestie eens naar een echt oorlogsgebied gaat, genre Mossoul, of in een conflictgebied zoals in Angola, waar ik vroeger nog geopereerd heb en waar dus er echt oorlog woedt, of in Sarajevo, een 15 jaar geleden, waar ik trouwens persoonlijk, en dat geef ik maar als anekdote, niet om hier de pseudo-humanitair uit te hangen, maar we zijn dus beschoten geweest. Ik ben gemikt geweest met mijn collega's in een konvooi van de VN. We hebben dan in feite de kogels laten nagaan, de impact van de kogels en de kogels laten nagaan in de jeep van Artsen zonder Grenzen, die werd beschoten. En u kunt zich niet inbeelden dat die van FN-makelij waren. Dus dat is om te zeggen, zullen we daar doodgeschoten worden? Mossoul, moesten wij bang zijn voor bombardementen van eigen vliegtuigen. Nu, als je een vogelvlucht terug, en dat is niet slecht, aan het begin van deze spreekbeurt gaat, dan denk ik dat we effectief vanaf de Cyruscilinder 539 voor Christus, gaande over de Magna Carta, over de petitie van Trek de Bill of Rights in de Verenigde Staten, dat er maar één verklaring is, en misschien zal Ikomali dus dat al dan niet beamen of tegenspreken, maar dat er maar één verklaring is in de wereld die gesproken heeft over les droits de l'homme et les droits et devoirs de l'homme et des citoyens, en dat is in feite in 1793 ten tijde van de Franse Revolutie en dan ook de Thermidor periode. Wel nu, verder is plotseling na een eeuw en half dus effectief de mensenrechtenverklaring zijn de term plichten effectief dus daarvan verdwenen. Waarom zijn die plichten daarvan verdwenen? Ten eerste denk ik omdat je dus een zekere vorm hebt dat er tussen de recht en het plicht balanceert onze menselijke natuur. En ik heb er een boek geschreven, maar ik mag er van hier geen reclame voor maken. Maar effectief, ik heb er een boek geschreven dat, maar dat ik denk dat de oorsprongsnatuur van de mens niet zo bijster goed is, maar wat dat de enige zin van ons leven is, van die natuur te bekampen in onszelf, maar ook in de omgeving. En natuurlijk, wij hebben, er bestaat geen recht zonder een plicht. Maar ik zou liever het woord gebruiken als plicht, een soort verantwoordelijkheid. Want wij hebben een verantwoordelijkheid ten opzichte van de anderen. Persoonlijk weten mensen die mij kennen in de zaal, misschien ken mensen, of ik ken bepaalde mensen in deze zaal die gingen komen, weten dat ik een personalist ben als filosoof, vanuit mijn filosofische overtuiging. Ik denk dat de verantwoordelijkheid een stuk natuurlijk verbonden is met de vrijheid, maar dus dat de belangrijkste taak van elke mens is verantwoordelijkheid ten opzichte van de andere met een hoofdletter en ook van het andere. En het is daarom dat ik vanavond gekozen heb om te zeggen waarom bestaat er geen universele verklaring van de mensenrechten. Het tweede moet je weten, historisch gezien, is natuurlijk in 1947, zoals Guy zei, 48, zijn de mensenrechten uitgesproken in een periode van begin de Koude Oorlog en wordt dat nu al aangevoeld, die tijd van de politieke tegenstelling tussen marxisme, liberalisme enzovoort, de tegenstelling nu meer en meer tussen democratie en theocratie, tussen westerse en oosterse cultuur, zijn altijd in feite spijtig genoeg bekeken geweest als een bijna een westerse waardenschaal of artikelen die uit het westen kwamen. En dan zijn mensen opgestaan in de jaren 70 onder leiding van Helmut Kohl
En ze hebben een mensenplichtenverklaring samengesteld, maar die niet veel echo's heeft gevonden. En die mensenplichtenverklaring heeft toch een aantal voordelen. Ten eerste, ze maken volgens mij de mensenrechten universeler. Waarom? Omdat ze natuurlijk de plichtscultuur, die vooral aanwezig is in het oostelijke cultuur, ja, ook met de zogenaamde atheïstische religies, wat men noemt hindoeïsme, boeddhisme enzovoort, maar ook in Afrika, dat die plichtscultuur bijna complementair is aan de rechtscultuur. En dat de westerse individualistische cultuur, waar wij nu een beetje meer, dat natuurlijk als iedereen voor zichzelf rechten begint toe te eigenen en op te eisen, en dat de overheid al die plichten alleen moet nagaan zonder er zelf voor op te moeten opdraaien, dan komt men zeer vlug, daar gaat iedereen over akkoord gaan, in een relatief onleefbare situatie. En dus daarom zijn de mensenplichten al op zichzelf ethisch gezien belangrijk, maar zijn ze ook universeler, omdat ze al de culturen die ook de plichtbesef belangrijk achten naast het recht dat ze kunnen opeisen te verdedigen. En dan is ook, ze verplicht ook denk ik de staten van minder selectief op te treden. Want wat mij enorm revolteert, is dat dus de mensenrechten zomaar selectief worden gebruikt. Ik heb het begin van de genocide in Rwanda meegemaakt en ik vind het nog altijd een schande, een echte schande, die ik mag uitspreken en dank u aan Mo om mij dat nog een keer te laten zeggen. Wel nu, een echte schande dat wij niet tussengekomen zijn in deze genocide. Een echte schande dat we effectief in bepaalde oorlogs, massale mensenrechten schending, bijvoorbeeld van chemische wapens. Ik heb ook Alapcha meegemaakt in 1988, de vergassing van ik weet niet hoeveel, 10.000 mensen. Maar nu, dat er nooit is ingegrepen geweest, alleen maar om bepaalde, u weet het wel, economische, militaire of politieke doeleinden. In een tijd weliswaar van Koude Oorlog, maar ik zie dat na de Koude Oorlog, na de val van de Berlijnse Muur, die selectieve verontwaardiging een groot stuk zelf, van de realpolitiek van nu beïnvloedt. En vandaar dat wij dan ook als humanitair, en dat wij ook als humanitairen geconfronteerd geweest zijn met wat ik zou noemen le devoir d'ingérence. Le droit d'ingérence, ja, daar werd bijna niet over gesproken. Le devoir d'ingérence, de duty to interfere. En dat is dan een soort devoir of de van niet l'ingérence, want dat woog al te zwaar internationaal, maar le devoir van dus responsabilité. En ik heb daarover zelfs een soort thesis over gemaakt, omdat ik denk dat er maar twee situaties zijn waar dat men dissuasief geweld zou kunnen gebruiken om escalatie van geweld tegen te gaan, maar vooral om massale mensenrechten schendingen tegen te gaan. Dat is eerst en vooral dus de genocide. Ik denk niet, ja, bon, wat er ook van zij, dat moest gestopt worden. En als er nieuwe genocides optreden, moet dat gestopt worden. Zowel in 1994 als in 1996, de genocidaire misdaden als repressie. Of ten tweede, wat ik zou noemen, repetitieve mensenrechten schendingen, die dan enorm veel burgers treffen, denk ik ook dat er dan met dissuasief, ik spreek wel dissuasief, niet altijd letaal geweld kunnen gestopt worden. En dat is denk ik onze plicht ten opzichte van de internationale, wat ik noem de internationale gemeenschap, de wereldgemeenschap, de wereldethos waartoe wij behoren. Nu, ik zou dan nog willen zeggen dat natuurlijk de mensenrechten meer een juridisch instrument zijn. Het is weliswaar niet dwingend. En als ik een oproep mag doen aan de redacteurs van Mo en aan jullie misschien, ik kan daarin helpen. Maar als ik vanavond een kleine oproep kan doen, misschien een beetje als utopische dromer, je m'en fous, I get rid of it. Maar effectief, dan denk ik
dat er ergens in verschillende talen in de wereld zou moeten gepleit worden, een petitie wereldwijd om de mensenrechten en mensenplichten bindend te maken. Bindend te maken, tegen de stroom in, want hoe moeilijk is het al geweest om een niet bindend migratiepact effectief te laten goedkeuren, maar wat er ook van zij, er moet een stap verder gezet worden. Wij mogen geen vrede nemen, laat 70 jaar, met het feit van te zeggen, ah ja, maar het is goed, maar het is een niet bindende verklaring en we gaan er alleen voor vechten. Nee, op een zeker ogenblik moet er juridisch kunnen afgedwongen worden waar dat effectief de mensenrechten serieus met de voeten wordt getreden. Er is wel vooruitgang. Er is vooruitgang, absoluut. Er is een internationaal tribunaal, et cetera, et cetera. Maar het is absoluut niet voldoende. En als ik nog naar de conclusie moet gaan, wel nu, dan denk ik dat de mensenplichten of de mens of de verantwoordelijkheidsplicht, dat dat meer natuurlijk moeilijker af te dwingen is. Je kunt niemand verplichten. Want ze gaan zeggen, oei oei, dat is verplicht en dat is dogmatisch en dat gaat uit van een christelijke of zelfs humanistische moraal, et cetera, et cetera. Nee, ik ga daar niet mee akkoord. Ik denk dat de mensenplichten een bijzonder complementaire aanvulling kunnen zijn van mensenrechten waar ook ter wereld om onze maatschappij leefbaar te houden. En voilà, ik eindig nogmaals met de vragen. Probeer er een keer non de chi iets aan te doen om werkelijk de mensenrechtenverklaring wereldwijd, met al uw kanalen die je hebt wereldwijd, van te vragen of dat wij dan niet met een petitie zouden kunnen vragen om bindend te maken. We gaan niet veel resultaat halen, maar tenminste gaan we een stap gezet hebben tot vooruitgang na 70 jaar. Bedankt dan. We wisten dat we minstens één katholiek moesten uitnodigen als we een beetje gevloek op het podium wilden hebben, want andere mensen doen dat niet natuurlijk. Dankjewel, Reginald. Safe trip en met ons respect voor onze vrienden en de mensen in Bremen. Tweede spreker vanavond, Samira Attila. Samira heeft zich daar juist in de voorbereiding aangekondigd als een Limburgse, in de hoop dat ze dan wat meer tijd zou krijgen om te spreken. Maar we hebben toch moeten opwijzen dat iedereen op 10 minuten moet klaar zijn. Ik ging u komen helpen met... Ik weet niet of je dat mocht doen, Samira. Dat gaat lukken zo. Samira is auteur, is columnist, is activist, is een van die mensen die bewijzen dat de wereld van vandaag anders in elkaar zit dan 30 jaar geleden. Zij is niet vertegenwoordiger van een of andere organisatie, zij is zichzelf. En hoe? Samira is onder andere columnist bij Mo en heeft ook onlangs een boek uit. Zijn naam was Youssef en als ik het goed zie, gaat ze daarmee beginnen. Samira, go! Honger. Het is aanschuiven voor het eten dat wordt gebracht en uitgestald door enkele vrijwilligers. Mensen lopen naar het geïmproviseerde kraampje toe en schuiven spontaan in rijen aan. Twee rijen hongerige mensen met kartonnen bakjes in de hand. Vrouwen en kinderen eerst. Zonder veel woorden te gebruiken, weten ze hier wat er moet gebeuren. Geduldig wachten honderden mensen op een bakje rijst met curry. Ik merk de laatste mensen in de rij op. Ze glimlachen flauwtjes naar me. Ik weet dat ze hopen op voldoende eten vandaag. Met tranen in de ogen glimlach ik flauw terug en steek dan aarzelend mijn duim omhoog. What have you done? Een jongen van een jaar of 16 komt met een bebloede arm bij ons. Hij schaamt zich. Zijn vriend legt uit dat hij depressief is en het niet meer ziet zitten. Alles rondom mij wordt voor een seconde wazig. Daarna schakel ik over op automatische piloot. We moeten de wonden verzorgen met de middelen die we hebben. Dat zijn er haast geen.
Zijn kameraad scheurt dan maar een t-shirt kapot. Op die manier maken we lapjes om zijn wonden te verzorgen en het bloed te stelpen. Als we afscheid nemen, voel ik me leeg. Volgende keer nemen we EHBO-koffertjes mee, besluiten we. Ik haal diep adem en ik knik. Ja, dat doen we. Kom en zit. Een familie zit onder de bomen en wuift naar ons. Een jong meisje van 17, een moeder met kind en een zwangere vrouw roepen ons bij zich. Ze maken van wat karton een zitplaats of twee. De man van de zwangere vrouw vraagt of zijn vrouw zich ergens kan wassen. No washing for 2 weeks now. We geven de baby ondertussen yoghurt, die we ook gekocht hebben. Groentepapjes hebben we ook. Terwijl we nog wat spulletjes uitdelen, vertelt de man dat hij een zoontje van 7 verloor. Het kind werd gedood door IS. Hij toont vervolgens een filmpje waarin hij en zijn familie te zien zijn op een bootje. Honderden mensen zitten op elkaar gepropt. In het filmpje herken ik de zwangere vrouw die huilend en angstig in de boot zit. Er wordt een appel uitgedeeld. Er is 1 appel voor 1000 mensen. Wat ik dan zie, tart alle verbeelding. Mensen vechten voor dat ene kleine stukje appel. Heel de boot wil een stukje. Mensen huilen. Ik kijk weer om me heen en zie de familie hier zitten in het bos. $7000 per persoon hebben ze betaald om in dat gammele bootje hier te geraken. De boot waarin mensen vechten voor een stukje appel, om dan hier te belanden, zonder dak boven het hoofd, in een bos in Duinkerken. Op een plek waar de zwangere vrouw zich nu al 2 weken niet heeft kunnen wassen. De baby geniet met smaak van haar groentepapje. Wederom glimlach ik flauw. 'S avonds, als ik het nieuws bekijk, bedenk ik wat een onzin het is om te roepen dat vluchtelingen gelukszoekers zijn in de negatieve zin van het woord. Ja, ze willen wat geluk. En dan? Nadat ze een leven vol oorlog, dood en ellende hebben geleid. In een kapotgeschoten land moesten ze zien te overleven. En zich hebben afgezet tegen IS, zijn ze gevlucht. Ja, en dan? Wie jaloers is op mensen die vechten voor een stukje appel. Wie jaloers is op mensen die hun kinderen hebben gevonden met kogels door het hoofd. Wie jaloers is op een zwangere vrouw die zich al 2 weken niet heeft kunnen wassen, moet op zoek gaan naar zijn waarden. Op de dag van de mensenrechten wil ik niet alleen stilstaan bij de hallucinante bocht die de Europese migratiepolitiek heeft genomen, maar ook bij het beleid van zowel politici als multinationals. Zij die al minstens zo lang als ik leef de wereld van de ene naar de andere oorlog storten. Zij die wapenhandel belangrijker vinden dan mensenlevens. Zij die oneerlijke ruilverhoudingen tussen Noord en Zuid in stand houden voor de onlaafbare dorst van multinationals naar goedkope grondstoffen en afzetmarkten. Zij die winst boven alles plaatsen en lustig het klimaat vervuilen als dat dollars oplevert, nemen amper hun verantwoordelijkheden op. Migratie heeft namelijk een oorzaak. En ook dat is een politieke verantwoordelijkheid. Zij die gisteren voor alle oorlogen stemden, vrijhandelsakkoorden afsloten met derde wereldlanden en het klimaatprobleem toch niet zo ernstig namen, moeten vandaag niet roepen dat Europa overspoeld wordt door ongarme 1,5 van die 65 miljoen vluchtelingen. Waardige opvang is het minimum dat onze politici die mensen verschuldigd is. Ook al zijn dat mensen die niet over de juiste of over geen papieren beschikken. Maar die verantwoordelijkheid wordt nu gedragen door vrijwilligers zoals mezelf en mensenrechtenorganisaties die zich blijven inzetten, dag en nacht. Vrijwilligers. Vrijwilligers die solidaire handelingen uitvoeren en nu zelfs onder vuur liggen. Die altijd de situatie van deze mensen blijven aanklagen. Hun moreel kompas zit goed. We mogen het niet normaal vinden dat er mensen in onze parken in tenten overleven, omdat ze het zogenaamd niet verdienen te leven als mens. Het is niet normaal dat mensen op onze straten, in onze stations, opgejaagd worden met traangas en honden, omdat ze het zogenaamd niet verdienen te leven als mens. Het is niet normaal dat mensen gereduceerd worden tot onmensen, gearresteerd worden, hardhandig aangepakt en opgepakt worden en geen bewegingsruimte meer hebben, omdat ze het zogenaamd niet verdienen te leven als mens. Het is niet normaal dat mensen die zich inzetten voor mensen zonder papieren, hen een bed, bad en wat voedsel geven, opgepakt en opgesloten worden, omdat ook zij het zogenaamd niet verdienen te leven als mens en bovenal niet kunnen zijn wie of wat ze zijn, menselijk.
Ter stichting en lering, voor het toekomstige collectieve geweten, zullen ik en vele anderen dit blijven aanklagen. Maar ook om de huidige beleidsmakers de luxe niet te gunnen om deze schandvlek stilletjes en ongemerkt tussen de plooien van de tijd te laten glippen. Menswaardige oplossingen kunnen er pas komen na een herziening van het buitenlands- en handelsbeleid, een herziening van de huidige klimaatpolitiek. Oplossingen kunnen er pas komen als men het moreel kompas weer goed zet en van mensenrechten weer een prioriteit maakt. Mensenrechten. Mensenrechten omdat iedereen het verdient om te leven als mens. Mensenrechten omdat ook ons land tekende voor bepaalde verdragen en het is aan ons om onze beleidsmakers daarop te blijven wijzen. Het blijven wijzen op hun verantwoordelijkheden. Het blijven wijzen op het mens zijn. Het blijven wijzen op de universele rechten van de mens. Zo niet zullen er mensen blijven afzien, lijden en sterven op zoek naar een waardig leven. 70 jaar mensenrechten. Mensenrechten staan meer dan ooit onder druk. Ik en vele anderen zullen ze blijven verdedigen met hand en tand. Mensenrechten voor al die mensen op de vlucht, al dan niet anoniem, die stierven tussen 2015 en 2018 aan onze grenzen. Voor hen die stierven in koelcellen, zich vastklampend aan een vrachtwagen. Mensenrechten. Voor hen die werden aangereden of omgebracht werden in het donkere en grimmige circuit. Mensenrechten. Voor zij die stierven van ontbering, ziekte of uitputting, zoals ik en vele andere vrijwilligers hebben gezien, aan en binnen onze grenzen. Mensenrechten. Voor zij die zichzelf van het leven hebben beroofd, maar ook en vooral voor hen die nog leven. Leven. Leven als mens. Opdat we later niet opnieuw kunnen zeggen dat we het niet wisten. Samira, zo'n moment dat je zelf een jonge vrouw wil zijn natuurlijk, met zoveel kracht en overtuiging en zo goed verwoord. Heel erg bedankt voor dat getuigenis vanuit een heel concrete praktijk van activisme met mensen zonder papieren of mensen op de vlucht, mensen die uitgestoten worden en van daaruit heel duidelijk verwoord wat het belang is van mensenrechten. Een jonge man dan. Ergens tussenin. Iko Mali, voor de ouderen onder u, kennen Iko nog misschien uit zijn tijd dat hij voor Kif Kif werkte. Maar intussen is Iko docent geworden aan de Universiteit van Tilburg, toch? Heb ik het juist? Iko heeft overigens ook net een nieuw boek uit. Het is niet zijn eerste, maar het is wel het nieuwste. Dat kan u straks ook vinden. Dat is Hedendaagse Anti-Verlichting, waarin hij opnieuw op zoek gaat naar wat er werkelijk gezegd wordt als er gepraat wordt door de grootste Vlaamse partij en hun omgeving. Vandaag krijgt Iko niet een heel boek, maar 10 minuten om dat verhaal toe te lichten. Dank u. Dank u. Goedenavond allemaal. Het is ondertussen denk ik al duidelijk geworden dat 70 jaar geleden de universele mensenrechten een feit werden. En het drama van die dag is uiteraard dat er een holocaust nodig was, dat er nazisme en fascisme nodig was om daarvoor een draagvlak te vinden. En ik denk dat we ons altijd in het achterhoofd moeten houden dat in de decennia voor die holocaust dat voor het eerst ook de aanval ingezet werd op allerlei supranationale instellingen. De Volkerenbond werd gezien als een instituut van onmenselijkheid en van imperialisme. Mensenrechten werd begrepen als onvrijheid, onderdrukking en een drama. Onmenselijkheid zelfs. Nu, het feit dat men in de decennia voor de Tweede Wereldoorlog al strijd voerde tegen het idee van universele mensenrechten, impliceert natuurlijk dat die mensenrechten en dat idee al veel langer bestond. Het is niet uitgevonden in 1948, nee, het behoort tot de kern van wat we de radicale verlichting noemen. En die radicale verlichtingsfilosofen, en dan heb ik het niet over
de Rousseau's, de Montesquieu's, de Kant's en de Voltaire's, degene die je normaal kent als de verlichtingsfilosofen. Maar dan heb ik het over deze heren en dames. Mevrouw en meneer de Condorcet, Paine, Sieyès, Price, Priestley, Mirabeau. Zij droomden van democratie, van mensenrechten die universeel waren, die onvervreemdbaar waren en die gelden voor elkeen van ons, ongeacht kleur, afkomst, geslacht en gender. Nu, die radicale verlichtingsdenkers die kregen vanaf dag 1 tegenwind van de zogenaamde gematigde verlichtingsdenkers, van degenen die je vandaag kende als de verlichtingsdenkers, van de Voltaires. Voltaire noemde hen les philosophes modernes, de radicalen, de utopisten, de naïvelingen die alles kapot gingen maken. Die gematigde verlichting was één vijand, de kern van de vijand bestond uit deze twee heren. Edmund Burke, het idool, het politiek idool van Bart Wever en Herder. En zij zagen in die ideeën van vrijheid, van gelijkheid, van solidariteit, van democratie en het idee van universele rechten, het begin van het einde. Ze zagen het als een aanval op de natie, op alles wat een land groot maakt, op de traditie, op de natuurlijke orde, op de cultuur, op de wezen van het volk, op de grootsheid van de natie die gestoeld was op ongelijkheid. Nu, die anti-verlichtingsdenkers wouden niet terug, die wouden niet terug naar het ancien regime. Ze dachten, en ze waren even revolutionair als verlichtingsdenkers, ze droomden van een tweede moderniteit. Ze droomden van een wereld die niet gestoeld was op gelijkheid, vrijheid, solidariteit en democratie. Nee, zij droomden van een wereld die gestoeld was op ongelijkheid. Een wereld die gestoeld was op grenzen. Een wereld die gestoeld was op naties. En het was in naam van de traditie dat ze pleiten voor iets helemaal nieuws. De organische natie, het primaat van de natie over het individu. En het is die denktraditie die net voor de Tweede Wereldoorlog dominant was. Niet alleen bij nazi's en hardcore fascisten, maar ook bij grote denkers. Bij zogenaamde liberalen als Thomas Mann en Grotje, of intellectuelen zoals Oswald Spengler, die niet toevallig weer uitgegeven wordt en populair bevonden wordt en interessant en edgy bevonden wordt. Denkers als Carl Schmitt en Meinecke. En zij zagen in democratie volksverlakkerij, een verzwakking van de natie. Een leugen, een scam, een fraudeleuze construct. En universele mensenrechten en de infrastructuren van de Volkerenbond en de democratie werden begrepen als niet werkend, als fout en als antimodern. En niet alleen door de meest radicale, maar door gerespecteerde intellectuelen en politici. De natie en de grootsheid van de natie stond terug centraal. En het resultaat daarvan kennen we. Vandaag zou dus een geheugelijke dag moeten zijn. Een dag waarin dat we de vooruitgang bieden die mensenrechten ons gegeven hebben. Waarin een humane wereld kan gevierd worden. Een dag waarin dat we met z'n allen kunnen stilstaan bij het feit dat we met z'n allen gelijke rechten hebben. Dat we met z'n allen, ongeacht afkomst, geboorteplaats en politieke voorkeur of gender, dat we gelijk zijn. En dat die normaliteit ingebed zit in sterke infrastructuren. Helaas zien we dat de realiteit veel grimmiger is. Wat we vandaag meemaken is terug een opmars van die anti-verlichtingstraditie. De natie, om de woorden van Hannah Arendt te gebruiken, verovert terug de democratie en het recht. En de rechten van de mens staan terug ter discussie, ook in het zogenaamde verlichte Westen. We zien het in allerhande identitaire bewegingen over heel Europa, Schild en Vrienden in eigen land, de alt-right in de Verenigde Staten. Belangrijk om vast te stellen is dat dit niet meer louter de marge is. In heel het land zien we dat die mensenrechten uitgedragen worden. En in vraag gesteld worden. In heel Europa zien we dat. Er ontbreekt een slide. En we zagen het met name in de laatste weken, toen het Global Compact frontaal aangevallen werd door rechtse partijen uit alle hoeken van de wereld. En het verzet tegen dat compact is een verzet tegen de notie van universele waarden. Want dat compact bevat eigenlijk weinig nieuws.
Het vertrekt van twee premisses, namelijk dat migratie een realiteit is die globaal aangestuurd wordt en die dus een globale aanpak en dus samenwerking vergt, en ten tweede dat migranten mensenrechten hebben. En dat die aanpak dus moet vertrekken, elke migratiebeleid moet vertrekken van de waardigheid en de mensenrechten van het individu. De aanval op die premisse was ongezien. Van Trump tot Orbán, van het Vlaams Belang tot Koerts, van AfD tot Baudet, de aanval was expliciet, ze was frontaal en ze was globaal. En ze bond extreemrechts, radicaal rechts, conservatief rechts met elkaar. In eigen land hebben we een partij, de N-VA, die blijkbaar van oordeel is dat daar een regeringscrisis voor waard is. Voor een verzet tegen een fundament. De mensenrechten. In Nederland blonk ook Thierry Baudet uit in duidelijkheid. Hij claimde in het parlement dat we moesten kiezen tussen die zogenaamde mensenrechten en de grenzen van de natie. De anti-verlichtingstraditie is terug in volle glorie. En die premisse, namelijk dat de natie altijd moet primeren op het individu, is helemaal terug. En meer nog, ze is terug omvouwen. Het gaat niet louter meer over rechtse partijen, rechtse activisten, maar we zien het ook bij alom gerespecteerde intellectuelen. Mensen die tot voor kort gekend stonden als links, als sociaal-democratisch. Iemand als Mark Elgardus heeft een platform in kranten, in onze mainstream media, en hij klopt daar al maanden en jaren op dezelfde nagel. Dat de natie het enige niveau mag zijn waarop we ons organiseren. En dat het onderscheid tussen illegale en legale migratie van cruciaal belang is. Dat het een soort natuurwet is waarbinnen we ons migratiebeleid en waarop we ons migratiebeleid moeten baseren. En ook hij ging frontaal in de aanval tegen dat compact. Want, zei hij, blijkbaar is het respecteren van die mensenrechten, als we dat doen, dan kunnen we geen krachtdadig migratiebeleid meer voeren. Ergo, mensenrechten is een aanval op de natie. De oude ideeën zijn terug. Gelijkaardige discoursen vinden we terug bij Jonathan Holslag, nog zo'n gerespecteerd intellectueel. Wel, als hij nadenkt over migratie, dan denkt hij na in termen van oorlog, in termen van onszelf verdedigen, in termen van het bewaken van onze grenzen. Het humanisme, de mensenrechten, zitten al langer terug in de hoek waar de klappen vallen. Eerder dan een viering zou deze dag een wake-up call moeten zijn. Een dag waarop we terug voor die universele mensenrechten strijden. Want een viering impliceert immers altijd dat iets verworven is. Het tegendeel is vandaag realiteit. De idee van universele mensenrechten staat steeds meer onder druk. Ze wordt steeds meer ontmijnd en ontnormaliseerd. Mensenrechten staan terug voor utopische zaken, voor abstracte zaken, voor irrealistische zaken. En als ze al geprezen worden, worden ze geprezen in een anti-verlichtingsdiscours. Als waarden, als wie wij zijn, als identiteit, als een soort erfgoed die we opsluiten in een nationaal museum, maar die we nooit daadwerkelijk toepassen. Het gaat niet meer over de praktijk, we zijn enkel nog maar verlichtingsmensen, omdat blijkbaar enkele van onze voorouders ooit verlichtingsmensen waren. Wat vandaag denk ik belangrijk is, dat we mensenrechten en universele mensenrechten weer begrijpen als een generale, als onderdeel van een generale en democratische en globale revolutie. En net dat is wat vandaag op de agenda zou moeten staan. Laat deze dag hier de start voor zijn. Ik dank u. Dankjewel. Dat was niet de eerste keer dat je dat vertelde, hè? Heel goed gedaan dan. Dan mocht je dat nog doen als dat de eerste keer was. Heel erg bedankt. Helder, duidelijk. En die laatste slide, dat is eigenlijk min 3 minuten. Maar goed, iedereen heeft nu de cover gezien waar je straks naar op zoek moet gaan om dat boek waar dat verhaal uitgebreid uitgewerkt wordt om dat te vinden. Naima Sharkawi is onze vierde gast. Naima heeft jarenlang, 10 jaar, het Minderhedenforum geleid. Is dus in die zin een van de, heb ik altijd gevonden, belangrijkste stemmen als je onze samenleving vanuit zijn diversiteit benadert. Naima heeft ook een boek.
maar dat kan u straks nog niet kopen, dat moet u, maar dat kan u na nieuwjaar nog voor beginnen sparen, want het komt in februari uit, denk ik. En het heet Racisme overwonden en veerkracht. En het zal een heel mooi boek zijn en Naima gaat u daarnaar laten verlangen naar dat boek door het te hebben over de kwetsbaarheid van de mensenrechtenactivist Naima. Goedenavond iedereen. Ik wil eigenlijk beginnen met een vaststelling die ik enkele jaren geleden deed. Ik was toen toch al zo'n 20-tal jaar actief in de strijd tegen racisme en discriminatie. En ik stelde vast dat ik mij al die tijd, die 20 jaar, eigenlijk nooit echt verdiept had in de persoonlijke schade die racisme aanricht. En eigenlijk gold dat niet alleen voor mij. Het was een beetje een blinde vlek in de hele beweging tegen racisme en voor gelijke kansen. Oké, ja, er was wel consensus dat racisme een onaangename ervaring is. En ook wel een zeker buikgevoel dat het niet echt gezond kon zijn. Maar toch lag onze focus op de praktische gevolgen van discriminatie. Hè? Dus de kansen die mensen erdoor ontlopen. De kans op een job, op een woning enzovoort. Dat er ook zorgende antwoorden nodig zijn om met de psychische schade om te gaan, dat ontging ons een beetje. Dat bleef zo wat onontgonnen terrein. En het is daarover dat mijn boek, hè, mijn boek dus gaat, dat in februari uitkomt, en waar ik probeer een steentje bij te dragen om die blinde vlek weg te werken. Maar ik ga het vandaag eigenlijk niet verder hebben over mijn boek, maar ik vertrek wel van die vaststelling van die blinde vlek en ik probeer met die bril te kijken naar de bredere strijd voor mensenrechten. En ik ga het dus tussen alle grote verhalen van vanavond hebben over het kleine verhaal van de kwetsbaarheid van de mensenrechtenactivist. En met mensenrechtenactivist bedoel ik eigenlijk alle mensen, mensenrechtenwerkers, die zich professioneel of vrijwillig inzetten voor mensenrechten. Misschien als fulltime activist of geëngageerd kunstenaar of journalist, van de meer pragmatische tot de meest kritische stemmen. En we hebben al een paar verhalen gehoord, we gaan er vanavond nog meer horen. Er zijn uitdagingen te over vandaag de dag voor mensenrechtenactivisten. Op weg naar het werk kruisen we thuisloze mensen op straat. Op onze newsfeed zien we beelden van uitgehongerde mensen in Jemen. We weten dat talloze mensen sterven in conflicten. En we weten ook hoeveel mensen sterven omdat Europa zijn grenzen belangrijker vindt dan mensenlevens. We zijn bezorgd over het klimaat, we zijn verontwaardigd over racistische discours en we beseffen ten volle hoeveel onrecht in het verre buitenland dan nog aan onze aandacht ontsnapt. En telkens weer, ik heb het benadrukt, gaat het over mensen. Volwassenen, kinderen, vrouwen, mannen, jongeren, ouderen. Wij als mens voelen ons met hen verbonden. We voelen pijn als we zien dat hun menswaardigheid, hun elementaire mensenrechten worden geschonden. Oké, we beseffen ook wel dat de pijn die we zelf voelen maar een fractie is van wat die mensen ver en dichtbij zelf voelen. Maar toch komt die onophoudelijke stroom berichten over onrecht rechtstreeks onze harten binnen. En dat is deel van de kwetsbaarheid van de mensenrechtenactivist. Maar een mensenrechtenactivist kan dat onrecht niet aanzien. Mensenrechtenwerkers voelen zich niet alleen geraakt, ze voelen zich aangesproken om iets te doen. Ja, mensenrechtenverdragen leggen in eerste instantie de verantwoordelijkheid bij staten. Maar de mensenrechtenwerker heeft heel goed begrepen dat mensenrechten ook een duidelijke morele standaard zijn. Dat burgers hun overheden moeten blijven appelleren op hun verantwoordelijkheid. Wir haben es gewusst. Dus willen en mogen we niet machteloos toezien als staten zelf de mensenrechten met voeten treden. Dus mensenrechtenwerkers zijn gedreven. Ze kruipen in de pen, klimmen op de barricades, steken de handen uit de mouwen. Ze spartelen tegen de stroom in. En als de stroom harder wordt, spartelen we nog harder. Zich door de stroom achteruit laten voeren is geen optie. Stilstand hoogstens tijdelijk te tolereren. Vooruitgang is de enige weg. Gaan, gaan, gaan en blijven gaan. Het is de kracht van mensenrechtenactivisten, maar ook deel van een kwetsbaarheid. En dan komt de prangende vraag.
doen we wel genoeg? We kunnen ons inzetten als professional, als vrijwilliger en als individuele burger. Dus doen we het best maar alle drie. We doen wat we kunnen, maar liefst toch nog wat meer. Of veel meer. We beseffen ook wel hoe geprivilegeerd we op zoveel vlakken zijn. Veiligheid, een warm huis, elke dag genoeg te eten. Voor de meeste van ons zijn ze vanzelfsprekendheid. Maar geeft ons dat niet des te meer verantwoordelijkheid? En toch blijft er dan altijd nog zoveel dat we niet doen. Ik denk aan al die events waar ik niet aanwezig was. Al die doelen waarvoor ik niet doneerde. En al die artikels in Mo die ik nog niet gelezen heb. Sorry, Guy. En dan zijn er ook nog al die andere mensen, waaronder jullie waarschijnlijk, die zoveel meer doen dan ik. Hoe doen jullie het? Ik ga bijvoorbeeld iets bekennen. Ik ben niet naar de klimaatmars geweest. Tot mijn grote spijt. Ik ben uiteindelijk gewoon thuisgebleven bij mijn dochter, omdat ze moest studeren voor de examens. En laat ons eerlijk zijn. Voor haar toekomst is het klimaat toch veel belangrijker dan die kerstexamens. Maar toch ben ik thuisgebleven. Twijfel, schuldgevoel. Het is deel van de kwetsbaarheid van de mensenrechtenactivist. Dan zijn er natuurlijk ook nog de vijandige reacties. Vooral online springen ze in het oog. Hoe meer iemand zijn stem verheft voor mensenrechten, hoe meer hij de volle laag krijgt. Onbegrip, beschuldigingen, scheldpartijen, regelrechte bedreigingen. En wie zwart is of moslim bijvoorbeeld, krijgt het nog extra hard te verduren. Het mikpunt zijn van onbegrip en haat, ook dat is deel van de kwetsbaarheid van de mensenrechtenactivist. Telkens weer geraakt door onrecht. Bergenwerk verzetten. Beseffen dat ook dat niet genoeg is. Belaagd worden door onbegrip en haat. Mensenrechtenactivisten zijn kwetsbaar. En wat doen we met die kwetsbaarheid? Er bestaan ongetwijfeld mensenrechtenwerkers die perfect in evenwicht zijn. Maar bij heel wat anderen om me heen, en misschien ook wel heel wat onder jullie, zie ik noodsignalen. Ik las en hoor regelmatig mensen vertellen hoe moe ze zijn. Hoe ze worstelen met dreigende moedeloosheid. Sommigen houden zich alleen nog maar staande en hoe lang nog met te veel sigaretten of te veel alcohol. Sommigen sluiten zich af van nieuwsberichten omdat het gewoon allemaal te veel wordt. Ik betrap mezelf er ook op. Vooral bij die thema's waar ik me eigenlijk compleet machteloos voel. We dreigen afgestompt te geraken en de onverschilligheid die de voorzitter van Artsen zonder Grenzen de vorige week nog aanklaagde, loert om de hoek. Sommige mensen zetten dan ook uiteindelijk hun engagement op een laag pitje. Ze kiezen voor een beter betaalde en minder afmattende job. Anderen belanden in een depressie of een burn-out. En het meest pijnlijk van al nog zijn de mensen die ik zag wegleiden naar verbittering en de strijd voor mensenrechten uiteindelijk de rug toekeren. Ik zal niet ontkennen dat er vaak ook meer aan de hand kan zijn dan de kwetsbaarheid als mensenrechtenactivist. Maar toch ben ik er echt van overtuigd dat die meespeelt. Mensen vallen uit of haken af. We verliezen hen in de strijd voor mensenrechten. Sommige keren later terug, maar andere keren ons definitief en drastisch terug toe. En dat is tragisch. Voor hen, maar ook voor de mensenrechten. Want 70 jaar dus, na de universele verklaring, hebben we alle krachten nodig om mensenrechten meer en sterker te realiseren. En spijtig genoeg ook om achteruitgang tegen te gaan. We kunnen het ons gewoon niet permitteren om talent en engagement te verspillen. En daarom wil ik vandaag een oproep doen aan onszelf. Laat ons de mensen koesteren die zich inzetten voor mensenrechten. Laat ons dus ook onszelf koesteren. En hoe kunnen we dat doen? Een paar losse ideeën. We kunnen dat doen door onszelf en anderen te blijven aanmoedigen. Soms is ter plaatse trappelen ook al een hele prestatie die een warm schouderklopje verdient. Misschien kan jouw volgende Facebook-commentaar er eentje zijn van aanmoediging. We kunnen dat doen door onszelf en anderen rust te gunnen. Een adempauze af en toe. Dat is geen luxe, maar dat is nodig voor een engagement van langere adem. Dus misschien
moet je die boswandeling volgend weekend niet opnieuw uitstellen. We kunnen dat doen door ons engagement en onze verbondenheid op tijd en stond samen eens te vieren. Waarom niet? Is jouw volgend activistenfeestje al gepland? En we kunnen dat tot slot ook doen door onze kwetsbaarheid te delen met elkaar. Ik wil de mensen danken die af en toe openhartig op sociale media of in columns hun twijfels en kwetsbaarheid delen. In hun woorden vind ik een gevoel van herkenbaarheid en verbinding en dat sterkt mij om te blijven gaan. Misschien moeten we dat allemaal wat vaker doen. Ik ga afsluiten, maar ik wil eerst nog iets bekennen. Bij de voorbereiding van deze 10 minuten voelde ik mij heel kwetsbaar, want ik heb heel hard getwijfeld of ik dit verhaal wel durfde brengen. Zou ik niet beter iets serieus zeggen, zo over armoede of migratie, geweld, klimaat, racisme? Er is ook zoveel te zeggen over kinderrechten. Uiteindelijk heb ik mezelf ervan overtuigd dat het wel serieus is om zorg te dragen voor de mensen die zich dag in dag uit inzetten tegen onrecht. Ik hoop dat ik niet alleen mezelf, maar ook op jullie heb kunnen overtuigen en dat we samen het vuur van het engagement brandend kunnen houden. Ik denk het wel, nou ja, zo te horen. Is het aangekomen. Dankjewel voor deze stilstand even, in de zin van even stilstaan bij alles waar we voor zijn, waar we achter staan en waar we hard voor willen werken. En even op te wijzen dat we daar elkaar voor moeten verzorgen. Dat we zo nu en dan in plaats van samen de straat op te gaan misschien ook eens moeten knuffelen. Maar toch terug naar de harde realiteit. Met Cathy Verstrepen. Cathy is voorzitter van de Liga voor Mensenrechten. Mocht dus ook niet ontbreken vandaag. Cathy is ook al 30 jaar actief als advocaat in de sector vreemdelingenrecht, als ik het zo ongeveer juist uitdruk. En zij sluit ons eerste deel van voor de helft, van voor de pauze, sorry, af met haar 10 minuten. En jammer, maar Cathy heeft geen boek. Ik wou het net zeggen, ik heb geen boek, ik heb daar geen tijd voor. Maar ik ben voorzitter van de Liga voor Mensenrechten en u kan daar lid van worden en dat lidmaatschap is gratis. Goedenavond, Roma. Ik ga beginnen met een sprookje. Het is toch een beetje een boek, een verhaaltje. Er was onrust in het grote democratiebos, gelegen in het land van belofte. Er waren vreemde vogels neergestreken, bont gekleurd en anders gebekt. En de inheemse soorten werden zenuwachtig, want de trekkers zagen er moe uit en bang en erg arm. En ze wilden een graantje meepikken, zich nestelen zelfs. Maar een paar vogels leken te wachten op een gunstige wind om verder te vliegen, de zee over, naar Engeland. De schreeuweksters uitten als eerste hun ongenoegen. Hoog in de boomtoppen joelden de wielenwalen mee. Roofvogels zijn het! Koekoeken die hun eieren in onze nesten komen leggen. Ze zingen niet zoals wij. En moet je dat verenkleed zien? Bah. De vreemde vogels werd de toegang tot het bos geweigerd. Het bos is vol, klonk het, al kon niemand dat echt duidelijk aantonen. De inwijkelingen die zich toch zonder toestemming in het bos waagden, werden zonder pardon in volières gestopt. Niet meer wetend waar naartoe, verzamelden ze daar maar in het open middenveld, waar ze geholpen werden door soortgenoten die het niet eens waren met dit angstig gekweel. Zij brachten graantjes en insecten, hielpen met het zoeken naar een nest en luisterden graag naar het lied van de nieuwkomers. Ze waren oprecht nieuwsgierig. Zijn jullie echt zo anders als men kraait? Het antwoord bleek wel mee te vallen. Nee hoor, ook wij verlangen naar ruimte om te vliegen, maar vooral naar een veilig nest om onze jongen groot te brengen. Maar waarom wilden jullie dan weg uit jullie land?
uit ons land, klonk het antwoord verrassend. Onze dromen werden verjaagd en we zijn ze gewoon achterna gereisd. Maar hoe werden die dromen dan verjaagd? Dat is een lang verhaal. Vertel, we luisteren. En allemaal brachten ze hun verhaal. Hoe bang ze waren geweest toen de gevechtsvliegtuigen over hun hoofden scheerden en zoveel bommen dropten tot er niks meer overeind stond. Hoe ze honger hadden geleden omdat er echt niks meer was om te eten. Hoe ze gestreden hadden tegen onrecht, maar de strijd hadden moeten staken omdat ze zelf dreigden gevangen genomen te worden. Hoe ze hadden getwijfeld of ze nu echt wel zouden vertrekken, want de reis was gevaarlijk en het afscheid zwaar. Hoe ze uiteindelijk toch beslist hadden diegenen die ze lief hadden achter te laten en hoe ze, omdat er geen andere optie meer was, hun lot in handen hadden gelegd van criminelen. Zij die zelf nooit iets hadden misdaan, maar alleen op zoek waren gegaan naar een gewoon leven. Ze vertelden over de gruwel die ze hadden meegemaakt onderweg en hoe ze nu verteerd werden door heimwee en angst om het lot van diegenen die te zwak waren geweest om mee te vertrekken. Voor bijna 70 miljoen mensen in de wereld is vluchten harde realiteit en eindigt het sprookje niet met de woorden en ze leefden nog lang en gelukkig. In de afgelopen 30 jaar heb ik als advocaat vreemdelingenrecht heel veel geluisterd naar verhalen over gebroken dromen. Dromen van respect voor de meest fundamentele rechten, zoals het recht op een veilig leven, het recht op gelijke behandeling, het recht op een dak boven het hoofd, voldoende voedsel. Maar een klein deel van de mensen die op de vlucht zijn voor oorlog en vervolging komt uiteindelijk naar Europa. En in onze democratische samenleving blijven ze hun dromen najagen. En ze zijn verbaasd als ze zien dat democratie het respect voor mensenrechten niet garandeert. Ze zijn teleurgesteld als ze merken dat er een verschil is tussen theorie en praktijk. Ze zijn ontsteld als blijkt dat er voor de meesten van hen geen veilig leven is, geen recht op gelijke behandeling, geen recht op bescherming tegen onmenselijke behandeling. Ze komen terecht in kampen op een van de Griekse eilanden waar ze aan hun lot worden overgelaten. Waar ze worden misbruikt door democratisch gekozen Europese leiders om diegenen te ontmoedigen die nog overwegen te komen. En ook hier in België gebruiken sommige politici mensen die bescherming nodig hebben als pionnen in een pervers politiek spel. Democracy is two wolves and a lamb deciding on what to have for lunch. Is dat dan toch waar? Ons democratisch systeem slaagt er niet altijd in te garanderen dat mensen de rechten die ze hebben ook effectief kunnen uitoefenen. En dat geldt niet alleen voor de nieuwkomers, maar ook voor velen van ons. Het huidige protest van de gele hesjes draait ook om die centrale eis. Het recht op een waardig leven. We willen leven, niet overleven, las ik. Recht op een goed betaalde baan zonder nepstatuut. Een redelijke vergoeding voor mensen die ziek zijn, die hun baan hebben verloren. Het recht op efficiënt openbaar vervoer. Betekent dit dat we onze democratie moeten opgeven? Ik denk het niet. Democratie is meer dan twee wolven en een lam. Want in een gezonde democratie is er voldoende ruimte voor een sterk maatschappelijk middenveld. En het is dat middenveld dat de wolven doet begrijpen dat het geen goed idee is om dat lammetje op te eten. Het is net dat maatschappelijk middenveld dat de verkozen volksvertegenwoordigers en de regerende ministers bij de les houdt. Het is dat middenveld. Het zijn wij, de burgers, de burgerbewegingen en de NGO's die signaleren waar het democratisch bestel faalt en waar het moet worden bijgestuurd. En het is juist daarom dat naar dit middenveld moet geluisterd worden. Dat dit middenveld moet in stand gehouden worden. Dat het inderdaad moet gekoesterd worden. Maar jammer genoeg zien we dat er alsmaar minder plaats is voor deze kritische stem. En dat is gevaarlijk. Want zonder die kritische stem blijven alleen de wolven over.
Als Europese lidstaten geen veilige routes creëren voor mensen die bescherming nodig hebben, dan zijn er organisaties zoals Artsen zonder Grenzen die dat doen. Dan sturen zij schepen uit, zoals de Aquarius, die duizenden mensen van de verdrinkingsdood op de Middellandse Zee redden. Maar als dat schip aan de ketting wordt gelegd, dan is er niemand meer die mensen op de vlucht van de verdrinkingsdood redt. Als mensen op de vlucht niet worden beschermd en gezinnen met jonge kinderen terechtkomen in geïmproviseerde kampen, zoals daarnet beschreven door Samira, dan zijn er organisaties zoals de VZW Huma die hen helpen. Dan zijn er mensen zoals priester Maréchal uit Zeebrugge die hen brood en een kom soep geeft. Dan zijn er gelukkig de mensen van Dokters van de Wereld die de meest elementaire medische zorg verlenen. Dan zijn er organisaties zoals het Burgerplatform die zorgen voor de coördinatie van burgers die een logeerbed ter beschikking stellen. Maar als die mensen en die organisaties bang gemaakt worden met strafklachten wegens mensensmokkel, waardoor ze in de gevangenis belanden, als ter afschrikking wetsontwerpen worden ingediend die woonbetredingen toelaten bij hen die mensen op de vlucht onderdak biedt, dan is er niemand meer om voor hen te zorgen. Als nieuwkomers hun plek niet vinden in België, dan zijn er organisaties zoals Globaroma om de waardigheid van mensen te herstellen en een gevoel van menselijkheid te geven. Maar als dan op zo'n plekken van creativiteit razzia's gehouden worden door de politie op zoek naar mensen zonder papieren, dan verdwijnt in enkele minuten het opgebouwde vertrouwen als sneeuw voor de zon. De Liga voor Mensenrechten maakt zich ernstig zorgen over de manier waarop burgers, organisaties en NGO's worden behandeld. In plaats van hen te versterken in hun belangrijke rol in de democratie, worden ze in toenemende mate bedreigd. Wie zich kritisch durft op te stellen, wordt ontslagen of wordt bedreigd met het ontnemen van subsidies. Mensen die het aandurven gerechtelijke procedures te voeren tegen discriminerende maatregelen, zoals het invoeren van een burkini-verbod, worden afgeschrikt met onbetaalbare claims. De ruimte voor kritiek krimpt. De uitvoerende macht trekt de lakens naar zich toe, ten koste van de wetgevende, maar vooral van de rechterlijke macht. Toetsing en controle worden omzeild, in vraag gesteld, botweg genegeerd, in naam van de veiligheid. Kritische stemmen krijgen een hoop bagger over zich en het middenveld wordt zoveel mogelijk buitenspel gezet. Het is een belangrijke taak voor de Liga voor Mensenrechten, als toetssteen en als kritische stem, als verdediger van fundamentele rechten, van zij die niet in staat zijn of worden gesteld om zichzelf te verdedigen. Als tegengewicht voor het overwicht van een overheid die in de vreemdeling een zondebok zoekt om te verbergen dat ze eigenlijk niet in staat is om de echte problemen aan te pakken. Maar, beste Roma, meer dan ooit is er een belangrijke taak weggelegd voor ons allemaal als burgers. Om kritisch te blijven, actief onze plaats binnen het democratisch bestel terug te claimen, voordat er helemaal geen ruimte meer voor is. Zwijgen en niets doen is geen optie meer. Ik ben heel blij dat ik mij hier vanavond vrij en frank heb mogen laten horen, maar alsjeblieft mensen, vergeet vooral niet dat zelf ook te doen. Spreek! Vooraleer u het zwijgen zal worden opgelegd. Ik zeg het in drie talen, dat de boodschap zeker goed zou aankomen. Parlez avant d'être réduit au silence. Speak before you're silenced. Ik dank u wel. Ik wil Katien voor
het sprookje natuurlijk, maar ook voor de oproep, voor de bevestiging van het feit dat, dat we samen verantwoordelijk zijn om de ruimte open te houden voor gesprek, voor kritiek, voor eigenlijk voor vooruitgang, voor mensenrechten. Heel erg bedankt alle vijf voor deze eerste helft van deze avond. Dus voorzitter van het Algemeen Secretaris. Ik ben slecht in hiërarchieën, geef ik direct toe. Algemeen Secretaris van het Vlaams ABBV. En we waren heel blij dat Caroline meteen ook bereid was om aan deze avond deel te nemen. Omdat voor ons, ik heb het in het begin ook al gezegd, mensenrechten niet alleen gaan over de burgerlijke en politieke rechten. Al hebben vakbonden ook daar heel veel mee te maken. Maar ook over economische en sociale rechten. Caroline, aan u. Beste Mo, beste Roma, het is gek om iets langs deze kant te staan. Dank u voor de uitnodiging om toch ook ons steentje te mogen bijdragen bij deze mooie avond. En ik moet zeggen dat voor de pauze de lat al bijzonder hoog is gelegd. Dus we gaan ons best doen en het ook hebben over die fameuze jarige universele verklaring voor de rechten van de mens. 70 jaar oud of 70 jaar jong en nog steeds bijzonder noodzakelijk en actueel. En het zal u niet verbazen dat deze syndicalisten vanavond het graag zou willen hebben over één van die mensenrechten, namelijk syndicale rechten. Of zoals wij vakbonders het meestal zeggen, syndicale rechten en vrijheden. De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens stelt dat ieder persoon het recht heeft zich aan te sluiten bij een vakbond. En daaraan is uiteraard onlosmakelijk ook het recht op collectieve actie gekoppeld. En misschien denkt u dat dit toch niet echt een thema zou moeten zijn voor vanavond. We doen het toch goed in ons land als het op vakbonden en syndicale actie aankomt. Wordt er niet juist te veel en te snel gestaakt? En hoe zit het dan met die economische schade? Hoe zit het met juridische aansprakelijkheid, het recht op arbeid, het pesten van de pendelaars? We kennen allemaal de frame die elke keer opnieuw wordt gezet. Vakbonden als luxe paardjes met veel te veel macht. Conservatieve organisaties die alleen het eigen belang nastreven. En nochtans zijn vakbonden broodnodig. Ook in België, ook in Vlaanderen. Een vakbond is eigenlijk een beetje als een vulkaan. Binnen in de berg wordt alle dagen heel hard gewerkt. In bedrijven, in sectoren, aan loketten, in juridische diensten, in het lokaal, Vlaams, federaal of sectoraal overleg. En die sociale vrede die wij kennen, die wordt elke dag verdiend. En het is alleen als die vulkaan uitbarst dat de vakbonden aandacht krijgen en die aandacht is dan meestal negatief. Maar terug naar die vakbondsrechten. Inbreuken op syndicale rechten doen ons meestal denken aan ontwikkelingslanden of landen met regimes die het niet zo nauw nemen met mensenrechten in het algemeen. En ik heb voor deze avond voor u twee concrete voorbeelden van schendingen van syndicale rechten meegebracht. Het ene voorbeeld is België, het andere is Colombia. Maar laat ons beginnen dicht bij huis. De voorzitter van het ABEV Antwerpen werd op 29 juni van dit jaar correctioneel schuldig bevonden voor kwaadwillige belemmering van het verkeer. Tijdens de Nationale Actiedag van het ABEV van 24 juni 2016, waarvoor tijdig een stakingsaanzegging was verstuurd en waarbij stakerspiketten werden gezet aan de vijf invalswegen naar de Antwerpse haven, werd dus een actie gevoerd die door het ABEV Nationaal was aangekondigd. Piketten zijn ook een onlosmakelijk onderdeel van een stakingsactie en ze zijn noodzakelijk om acties te doen slagen. Het stakingsrecht is dus op normale wijze uitgeoefend, zonder incidenten, vreedzaam. Er werd strikt toegezien op de veiligheid op bedrijfsniveau. De veiligheidsploegen van de CVSO-bedrijven werden niet gehinderd. Er waren in de buurt evenmin scholen of ziekenhuizen of andere instellingen van openbare dienstverlening die in problemen kwamen. Er waren ook geen incidenten. Meer zelfs, het afsluiten van de toegangswegen naar de haven is eigenlijk een praktijk die al vele tientallen jaren bestaat.
En toch werden er twee militanten opgepakt door de politie, waaronder de voorzitter van het ABV Antwerpen. Is het recht om syndicale actie te voeren soms ondergeschikt aan het recht van vrije doorgang voor automobilisten? Dat laatste staat bij mijn weten niet in de universele verklaring. Het stakingsrecht en het recht op vereniging in een vakbond, daarentegen zijn wel fundamentele mensenrechten. Dat het verkeer gehinderd wordt omdat men een pamflet overhandigt aan een bestuurder, is een normale actie en de hinder is een normaal gevolg van deze actie. Misschien vervelend, maar alleszins legitiem. Collectieve actie is, beste vrienden, verworven naar decennia van sociale strijd. En collectieve actie blijft ook vandaag nodig. Of het nu die vakbond is, zoals bij Aviapartners of bij Lidl, of het zijn de burgers die mensen zonder papieren helpen, of het zijn gele hesjes, of het zijn actievoerders van Greenpeace, of leraars en ouders die in deze stad in de straat van de school protesteren tegen fijnstof. Maar op 24 juni 2016 wilde de burgemeester van deze stad een voorbeeld stellen, de havenlobby plezier doen, katoennatie een signaal geven. Er is trouwens nergens in Vlaanderen opgetreden tegen de acties van die dag. En twee jaar later is de voorzitter van het ABV Antwerpen correctioneel schuldig bevonden in een vonnis dat bijzonder karig gemotiveerd is en de door de verdediging ingeroepen Europese en internationale verdragen negeert. Sterker nog, de voorzitter van het ABV werd principieel veroordeeld, namelijk zonder dat er een straf werd opgelegd. Dat hiermee dus een voorbeeld moest worden gesteld, is duidelijk. En dat is een gevaarlijk precedent. Het is bedoeld om syndicalisten af te schrikken en het kadert in het verlengde van een politiek klimaat dat het middenveld en de vakbonden in het bijzonder wil aanpakken en dwarsbomen. In ons land, hier in België. De veroordeling is in strijd met Europese rechtspraak en we tekenden uiteraard hoger beroep aan tegen dit vonnis, omdat recht op actie voeren fundamenteel en noodzakelijk is. En niet alleen, zoals gezegd, voor vakbondsacties. Het criminaliseren van sociale actie maakt het middenveld monddood. We kunnen dat niet aanvaarden en we zijn benieuwd welke uitspraak het Hof van Beroep in april volgend jaar zal vellen. Ik ben van mening dat de Belgische overheid en het gericht zich moeten schikken naar fundamentele rechten en meer zelfs dienen garant te staan voor vrije uitoefening van vreedzaam publiek debat en vreedzame publieke actie. Dat is de essentie van een democratische samenleving. Laat ons dus vooral waakzaam zijn, want onder het mom van de strijd tegen terreur en in het verlengde van een neoliberale agenda komen onze grondrechten steeds meer onder druk. Zo ook het stakingsrecht en het recht op collectieve actie. Maar het kan natuurlijk nog veel erger. En dat brengt mij bij mijn tweede voorbeeld, Colombia. Reeds vele jaren zijn wij actief in Colombia doorheen verschillende syndicale projecten. De petroleumsector, in de bloemensector en vandaag in capaciteitsopbouw om jongeren en vrouwen syndicaal actief te laten zijn en te helpen sterke vakbonden uit te bouwen. Waarom Colombia? Omdat in Colombia syndicalisten letterlijk in levensgevaar zijn. Nog in 2017 werden er in Colombia op enkele weken tijd 6 syndicalisten vermoord. 5 jaar geleden stierven er in Colombia elke maand 2 vakbondsmensen. 10 jaar geleden vingen wij in België Colombiaanse vakbondsleiders op die bescherming zochten en vonden op Belgisch grondgebied. Colombia is een mooi land, rijk aan natuur, rijk aan grondstoffen, maar die rijkdom vertaalt zich niet in welvaart voor iedereen. De macht is in handen van een kleine elite, multinationals, willen winstmaximalisatie op kosten van de bewoners. Mensenrechtenactivisten zijn daar doelwit van paramilitairen die ondanks het vredesakkoord uit 2016 dat een einde moest maken aan de burgeroorlog nog steeds activisten viseren en boeren verjagen van hun land. En of je nu syndicaal actief bent of milieuactivist of mensenrechtenverdediger, dan ben je per se en per definitie een moedig mens. Want engagement tonen, niet alleen in onze landen, vooral daar, leidt meestal tot verlies van werk
Het krijgen van bedreigingen leidt tot opsluiting, tot verjaagd worden of zelfs vermoord worden. En de straffeloosheid is groot. Daders worden niet gevonden, niet aangehouden, niet vervolgd. En als Belgische vakbonden kunnen we druk zetten op regeringen en bedrijven en kunnen we doorheen onze solidariteit de lokale vakbonden ondersteunen en toch een vorm van bescherming bieden. Want niet alleen in Colombia worden syndicalisten vermoord. Colombia, Indonesië, Zuid-Afrika, misschien mooie vakantiebestemmingen voor sommigen, maar voor anderen landen van repressie. En dus een pijnlijke realiteit voor wie zich wil engageren voor waardig werk, betere arbeidsomstandigheden, gezondheidszorg of milieubescherming. En elk jaar beoordeelt de normencommissie van de Internationale Arbeidsorganisatie in Genève de 30 zwaarste schendingen op vlak van syndicale rechten en vrijheden. Dit jaar stonden onder meer op die lijst van 30, en ik geef u een greep, Algerije, Wit-Rusland, Brazilië, Georgië, Griekenland, Japan, of nog Servië, Myanmar, Nigeria. Maar de stappen die men op internationaal vlak kan zetten via zo'n commissie zijn dikwijls nog te klein en te traag. En wie voldoende sterk kan lobbyen, die komt niet meer voor op die lijst. Zo staat Colombia er al enkele jaren niet meer op. Om dus af te ronden. Het is belangrijk om de 70ste verjaardag van de Universele Verklaring van de Mensenrechten te vieren. En vieren is niet alleen herdenken. Vieren dient ook om ons eraan te herinneren dat het werk nooit af is en dat we blijvend waakzaam moeten zijn dat mensenrechten nergens en ook niet bij ons vanzelf verworven zijn en vanzelf verworven blijven. En voor heel veel activisten is er niet veel te vieren. En in eigen land pleit conservatief rechts voor het herbekijken van oude internationale conventies alsof die overbodig en achterhaald zouden zijn. En hiertegen moeten wij allemaal weerwerk blijven bieden. Als vakbonden, als NGO's, als milieubeweging, maar vooral als burgers die actief zijn in dat democratisch noodzakelijk middenveld, ook en zeker in ons eigen land. Dank u wel. Dank u wel, Caroline, voor die korte definitie van wat vieren is. Vieren is ook weerwerk bieden aan datgene wat bedreigend is voor hetgeen we vieren. Dank u wel voor dat toegevoegde perspectief. Tweede spreker, of zevende intussen, is François de Smet. En François de Smet is directeur van MIRA. En hij stelt zich de vraag, wat zou de wereld zijn zonder mensenrechten? En dat gaat niet alleen over de verre wereld, dat gaat ook over onze wereld. François. Goedenavond iedereen. Ik zou u willen vragen mij te verontschuldigen, want het Nederlands is niet mijn moedertaal. Ik bedank Mo van harte voor deze uitnodiging en ik ben blij, zeer echt blij, om op deze heel speciale dag in uw midden te mogen zijn. 70 jaar geleden nam de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens aan. Hoewel niet alleen landen die verklaring hadden goedgekeurd, zorgden ze wel voor onmisbaar juridisch kader dat de basis zou vormen voor alle fundamentele rechtsteksten die zouden volgen. De verklaring kwam tot stand in een bijzondere context die tegenwoordig misschien onvoldoende in aanmerking wordt genomen. In 1945 was de Tweede Wereldoorlog net beëindigd. De mensheid was getraumatiseerd na de ontdekking van de concentratiekampen. Op enkele maanden tijd werden de Verenigde Naties opgericht en werden speciaal voor het tribunaal van Nuremberg concepten uitgewerkt die het mogelijk maakten om een nieuw soort misdrijven te vervolgen, genocide en misdaden tegen de mensheid. De kern van 8 redacteurs, onder leiding van de Franse diplomaat René Cassin en van Eleanor Roosevelt, heeft hard moeten wachten op uiteindelijk 30 artikelen op papier te zetten.
30 artikelen die vandaag nog niets aan duidelijkheid hebben ingeboet. Vooral René Cassin heeft onvermoeibaar gestreden om over een universele verklaring van de rechten van de mens te spreken en niet over een internationale verklaring. Dat verschil is fundamenteel. De rechten van de mens hebben betrekking op individuen en zijn niet afhankelijk van een verdrag tussen staten. De redacteurs wisten dat ze slecht over een krap momentum beschikken. De verklaring werd opgemaakt en goedgekeurd tussen het einde van de Tweede Wereldoorlog en het begin van de Koude Oorlog. Met andere woorden, in een soort periode van afwachting. Ze waren er zich van bewust dat ze snel moesten voortmaken en dat de geopolitieke verhoudingen opnieuw de bovenhand zouden krijgen als ze te lang zouden talmen. Waardoor de verklaring misschien zelf helemaal niet meer zou worden aangenomen. Vele vragen zich tegenwoordig dan ook af. Zou de universele verklaring vandaag de dag nog kunnen worden aangenomen? Ongetwijfeld niet in dezelfde vorm. De rechten van de mens zijn een ideologie. Er moet met andere woorden worden aanvaard dat het om een constructie gaat. Dus om iets dat broos en mogelijk ook van voorbijgaande aard is. Om u daarvan bewust te worden, stel ik u de volgende denkoefening voor. Zoals ik heb gezegd, is onze universele verklaring van de rechten van de mens historisch gezien een rechtstreeks gevolg van het einde van de Tweede Wereldoorlog en van de gruwelen die zich in die periode hebben afgespeeld. Het kan echter interessant zijn om te bedenken hoe de geschiedenis er zou hebben kunnen uitzien indien de oorlog anders was afgelopen. Dat is het idee waarvan de schrijver Philip K. Dick uitgaat in zijn roman The Man in the High Castle, waarin hij zich voorstelt dat de nazi's de oorlog hebben gewonnen en de Verenigde Staten bezet gebied zijn onder bestuur van Duitsland en Japan. Wat interessant is in dit boek, waarvan nog niet zo lang geleden een succesvolle televisieserie werd gemaakt, is dat niet alleen de geopolitieke verhoudingen verschillend zijn, maar ook het dagelijks leven van de mensen en zelfs hun waarden en hun manier van denken. Dat brengt me ertoe om een iets wat verontrustende en verwarrende vraag te stellen. Wat als de nazi's de oorlog hadden gewonnen? Zouden we dan vandaag de dag dezelfde waarden hebben? Er zou geen proces van Nuremberg hebben plaatsgevonden. Misschien zou de concentratiekampen zelfs nooit ontdekt zijn en indien wel, dan zouden ze nooit veroordeeld zijn geweest. De noties, misdaden tegen de menselijkheid en genocide zouden misschien nooit rechtsnormen zijn geworden. De Verenigde Naties zouden nooit zijn opgericht en de verklaring van de rechten van de mens zou nooit geschreven zijn. En we zouden hier niet zijn vanavond. Dit is uiteraard een verontrustende gedachte, omdat ze eraan herinnert hoezeer de rechten van de mens, hoe waardevol en noodzakelijk ze ook mogen zijn, constructies zijn. Juridisch, filosofische, morele constructies, maar niettemin constructies. Ze zijn dus fragiel. Ze kunnen afsterven. Ze kunnen verdwijnen. Ze zijn niet gewoonweg kwetsbaar omdat ze niet worden nageleefd. Ze zijn kwetsbaar omdat we er ons rekenschap van geven dat het beginsel ervan steeds opnieuw ter discussie wordt gesteld. Ze worden opnieuw ter discussie gesteld omdat ze als moraliserend, vaag of ideologisch worden beschouwd en omdat er steeds meer krachten de kop opsteken die niet houden van wat ingewikkeld, onderhandeld, geconstrueerd is. Krachten die de voorkeur geven aan wat voorgekoud is, aan wat vanzelfsprekend is, aan wat eenvoudig is. Het tijdperk waarin we nu leven,
zo in dat opzicht belangstigden kunnen lijken. Het nationalisme is in de mode. De roep op ons, op onszelf terug te trekken, klinkt luid. De burgers zijn angstig en ze geven toe aan het verlangen om zich te laten besturen door mensen die simpele, geruststellende oplossingen aanbieden. Oplossingen die uit muren en grenzen bestaan. Vaak worden vergelijkingen gemaakt met het nazisme, met de jaren 30. Dat komt in de eerste plaats omdat dat belangrijke referenties zijn als het om waarden gaat die tot op de dag van vandaag nog altijd onze politieke cultuur mee vormen. Het nazisme en het fascisme zijn in zekere zin onze laatste kompas van het kwaad. Op het moment dat er geen kompas beschikbaar is voor wat goed of rechtswaardig is. Wanneer we zoveel aandacht schenken aan de mensenrechten, dat is ongetwijfeld omdat dit het laatste beschikbaar kompas van de gerechtigheid is in een wereld waarin alle ideologieën in discrediet lijken te zijn gebracht. Vanuit dat oogpunt is het migratievraagstuk een geduchte test. Toegegeven, het is een van de moeilijkst te beheren politieke domeinen. Toch zal de manier waarop we vandaag handelen veel duidelijk maken over onze opvatting over de mensenrechten van morgen. Migratie heeft in de afgelopen jaren de publieke opinie altijd sterk verdeeld. Tussen de talrijke burgers die transmigranten spontaan onderdak bieden en een zwijgende massa die in opiniepeilingen de vastberaden houding van de overheid steunt, wordt het nieuws regelmatig beheerst door schokkende en polemische dossiers. Denken we maar aan de huiszoekingen, aan het terugsturen van Soedanezen naar Soedan ondanks het risico van foltering, aan het risico tegen de frauduleuze erkenning van kinderen, of aan de opening van de gesloten centra voor gezinnen met kinderen sinds afgelopen zomer, terwijl ons land erin geslaagd was om af te zien van de uitsluiting van de kinderen. Elke keer is hetzelfde debat aan de orde. Een bepaalde visie van efficiëntie die botst met de naleving van de fundamentele waarden. Elke keer moeten we opnieuw kunnen zeggen, ook als is het ingewikkeld, de absolute prioriteit moet altijd gaan naar de eerbiediging van de mensenrechten. Die bekommernis moet voorrang krijgen op wat men efficiëntie noemt. Want zodra men de rechten opgeeft, bestaat het echte probleem erin dat een definitie van efficiëntie zelfs geen zin meer heeft. Want we afstand zullen hebben gedaan van wat in de allereerste plaats onze identiteit gemaakt. Namelijk niet onze huidskleur, ons geslacht, onze godsdienst of zelfs onze taal, maar wel onze waarden. Dank u. Met deze heel duidelijke uiteenzetting over wat onze eigenlijke identiteit is. Ik maak even gebruik van het moment om te zeggen dat François voor het einde van de avond zijn zetel moet verlaten, want hij moet een beetje verder geraken en het openbaar vervoer na 9 uur 's avonds laat ons soms een beetje in de steek. Enfin, niet de machinisten, maar degenen die het gepland hebben. Hè. Zie wat ik zeg vanavond. Rachida Lamrabet is een vaste gast in de Roma onderhand, denk ik. Is al een paar keren voor een volle zaal hier gekomen. Onder andere om haar boek Zwijg Allochtoon voor te stellen, maar ook op andere momenten. En wij zijn altijd heel blij als Rachida tijd wil maken om haar denken mee in te zetten op thema's die wij belangrijk vinden. Dus Rachida, aan u het woord. Dankjewel, Guy. Goedenavond, iedereen.
Ik ga het vandaag hebben over het recht op vrijheid van gedachten, geweten en godsdienst. Dat is artikel 18 van de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens. En het is hier al een paar keer gezegd, deze verklaring is zelfs niet bindend. Maar we gaan dat heel stil houden, want we willen geen tweede regeringscrisis op ons dak. De vrijheid van meningsuiting en religie lijkt zo op het eerste zicht eerder frivool vergeleken met andere mensenrechten die toch wat ernstiger klinken, zoals bijvoorbeeld het recht op leven of het recht om niet onderworpen te worden aan folteringen. En toch is dit artikel heel erg belangrijk. Zeker voor de bescherming van de rechten van minderheden. Van de oorsprong van dit artikel lag ook de gedachte van we moeten minderheden ook beschermen, vooral religieuze minderheden. En dus is dit artikel dat uit verschillende componenten bestaat, de vrijheid van meningsuiting, vrijheid van godsdienst en overtuiging, is die religieuze dimensie van dit artikel echt wel een hele belangrijke pijler voor de identiteit van gelovigen. Maar niet alleen voor gelovigen. Dit artikel is ook belangrijk voor mensen die niet in een God geloven, die niet in het hiernamaals geloven. Het is belangrijk voor mensen die gewoon willen geloven in wat zij willen geloven. En het is dus een artikel dat echt wel noodzakelijk is om het pluralisme in onze samenleving te beschermen. En wie zegt pluralisme, zegt diversiteit, zegt democratie. Toen een jaar na het opstellen van de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens, het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, werd uitgevaardigd, en dat is wel een bindende tekst voor de leden van de Raad van Europa, werd er ook al op gewezen, en in dat verdrag zitten een aantal bepalingen die ook in de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens zit, toen men dus het EVRM oprichtte. Of uitvaardigde, werd al gewezen op het belang van de vrijheid van gedachten, geweten en godsdienst. Zo benadrukte de Ierse afgevaardigde dat de burgerlijke en religieuze vrijheid zijn slechts twee van de fundamentele rechten van de mens en indien de Raad van Europa niets anders bereikt dan de vrijwaring van deze rechten, zal zij haar bestaan reeds hebben gerechtvaardigd. En ook in internationale rechtspraak bevestigen rechters steeds dat de vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst, die zowel dus in de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens, maar als ook in onze eigen grondwet en in tal van andere mensenrechtenverdragen staat, één van de grondslagen is van een democratische samenleving. Het werd hier ook al een paar keer gezegd, die Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens is eigenlijk een gedroomde test voor ons allemaal om te kijken hoe erg we het eigenlijk menen met die rechten van de mens. Ik ben er ook van overtuigd dat het aan de hand van die bepalingen die we in die verklaring hebben, en de mate waarin dat wij ons daarnaar conformeren en de mate waarin dat wij die bepalingen respecteren, dat we daar eigenlijk kunnen meten wat of kunnen aangeven wat onze waarden en onze normen zijn en hoe ernstig we het inderdaad menen met die mensenrechten. En dus ook het democratisch gehalte van een samenleving kan je volgens mij heel mooi aangeven of meten aan de hand van artikel 18. Want het gaat over het respecteren van vrijheden, vrijheid van meningsuiting, maar ook van de religieuze vrijheid van minderheden. Dus voor mij is artikel 18 daarin een ideale toets. En dan is het interessant om eens na te gaan hoe het dan staat met de eerbiediging van die religieuze dimensie van dat artikel hier in ons land. En wat je dan ziet is dat dat artikel eigenlijk door mensen die niet echt fan zijn van een diverse samenleving op een zeer vindingrijke manier wordt gebruikt.
Enerzijds zal je zien dat vandaag de dag een heel grote nadruk wordt gelegd op de vrijheid van meningsuiting. Die wordt heel erg uitgerokken. Zo erg uitgerokken dat men zelfs racisme en haat daaronder probeert te brengen. En anderzijds, wanneer het gaat over die religieuze component van dat artikel, zie je dat men toch tracht om die vrijheid in te perken. Omdat het vooral minderheden zijn die zich op dat aspect zouden willen beroepen. En dus op die manier wordt dat wel artikel vandaag gebruikt. Dus enerzijds het vrije woord, de vrije meningsuiting. Vandaag is dat woord totaal bevrijd. Dat wil zeggen dat er geen enkel taboe meer is. Alles mag gezegd worden. En eigenlijk heeft niemand het recht om beledigd te worden. Maar het gaat zelfs verder dan dat. Niemand heeft het recht om zich aangevallen te voelen door racistische praat bijvoorbeeld. Uitspraken of teksten als racistisch bestempelen bijvoorbeeld is not done tegenwoordig. Zeggen dat, men spreekt dan liever van, ja, maar wij zijn niet meer politiek correct. We zeggen gewoon hoe het is. En we zeggen wat de mensen denken. Dat is een beetje wat dan gezegd wordt. Nu, het feit dat niemand, dat ik zeg van, het gaat zover dat niemand zelfs het recht meer heeft om zich beledigd te voelen, dat is vaststaande rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. En die heeft in een aantal uitspraken uiteraard gezegd van dat er in een democratische ruimte gewoon dat mogelijk moet zijn, dat er uitingen zijn die schokken, kwetsen en verontrusten. Maar wat dat Europees Hof voor de Rechten van de Mens ook gezegd heeft, is dat niet alle meningen even respectabel zijn en dat er verwerpelijke meningen zijn. Dus geen enkel recht is absoluut, ook niet het recht op vrije meningsuiting. Het Hof zegt dat respect en waardigheid van elke mens de basis is van een democratische, pluralistische samenleving. En dat mensen daarin ook het recht hebben beschermd te worden tegen meningen die onverdraagzaam en haatdragend zijn. In dit land hebben we bijvoorbeeld de antiracismewetgeving die heel duidelijk de grenzen aangeeft van wat kan en wat niet kan. En dus wie racistische of islamofobe uitspraken doet, moet niet bij het Hof aankloppen voor bescherming van de vrijheid van meningsuiting. Er zijn nu eenmaal meningen die niet waard zijn om onder de bescherming te vallen van internationale mensenrechtenverdragen. En toch, wat ik dan ook weer vaststel, maar misschien ben ik daar een beetje te streng in, toch lijkt het dat de spelregels veranderen al naar gelang wie er gechoqueerd, gekwetst of verontrust wordt. Want wanneer het de minderheden zijn die gebruik maken van hun mensenrechten en het de dominante groep is die zich gechoqueerd, gekwetst of verontrust voelt, is er plots veel minder mogelijk en worden de grenzen van wat kan wel verkleind. Ik geef u een voorbeeld. Toen op 30 september 2005 de zogenaamde Mohammed-cartoons verschenen in het Deense dagblad Jyllands Posten, veroorzaakte dat heel veel woede bij een deel van de moslims die vonden dat de cartoons de profeet bespotten en hem onrecht aandeden omdat hij in de cartoons in verband werd gebracht met terrorisme. En de reactie eigenlijk van de ganse westerse wereld bijna was er eentje van verontwaardiging om die woede. Heel veel kranten en tijdschriften publiceerden op hun beurt de betwiste cartoons opnieuw en eisten zo hun recht op om te beledigen en te chockeren. En westerse politici en opiniemakers vonden dat moslims niet zo gekrenkt moesten zijn. Ze moesten maar leren aanvaarden dat dit nu eenmaal de spelregels in het Westen waren en dat er over de vrijheid van meningsuiting niet kon worden onderhandeld. Er is geen maar aan de vrije meningsuiting. Als reactie op die Deense spotprenten plaatste de Arabische Europese Liga, de AEL, u wel bekend, die plaatste toen zelf spotprenten.
Niet over de profeet, maar over een onderwerp dat in het Westen zeer gevoelig ligt, namelijk de Holocaust. Even onsmakelijk. En daar is vanuit de politiek wel massaal afkeurend gereageerd. Het is zelfs verder gegaan, de AL is wel veroordeeld voor het publiceren van deze spotprenten. Een Nederlandse rechtbank veroordeelde de makers door te stellen dat de cartoons kwetsend en wansmakelijk waren en onnodig grievend voor de Joden. Een ander voorbeeld uit het buurland Nederland is de Zwarte Pieten discussie die elk jaar opflakkert. En dan zie je ook dat daar toch wel afhangt van wie er in de meerderheid of wie er in de dominante groep is om te bepalen wat nu wel krenkend, schokkend, wat nu wel getolereerd kan worden en wat niet. Hè. Daar zie je inderdaad dat men met argumenten als het is onze traditie, men moet daarvan afblijven, jullie zijn nieuwkomers, past u aan of ga weg. Dat argumenten zijn die in het debat gegooid worden rond heel die Zwarte Pieten discussie en dat valt op vruchtbare bodem. In Frankrijk, het land waar iedereen Charlie is er tegen de Frans-Algerijnse Horia Bouteljean een echte heksenproces op gang gekomen nadat zij haar boek Les Blancs, les Juifs et nous, vers une politique de l'amour révolutionnaire schreef in 2016. Een boek over racisme, neocolonialisme en islamofobie. Zij heeft ook een proces aan haar been gekregen voor antisemitisme en omgekeerd racisme. Omgekeerd racisme is het racisme dat men ten aanzien van witte mensen heeft. Het zijn maar een paar voorbeelden, er zijn heel veel andere voorbeelden die toch aantonen dat zolang het de minderheden zijn, de anderen zijn die beledigd, gechoqueerd of verontrust worden, de vrije meningsuiting vurig verdedigd zal worden, maar wanneer de witte dominante groep zelf beledigd, gechoqueerd of verontrust wordt, dan zijn inperkingen op diezelfde vrijheid van meningsuiting wel mogelijk. Een ander aspect van dat artikel 18 is die religieuze vrijheid. En je ziet ook in dit land dat er toch een rem wordt gezet op die religieuze vrijheid voor bepaalde geloofsgemeenschappen. Het is bijvoorbeeld voor moslims niet evident om bijvoorbeeld hun recht op godsdienstvrijheid ook te veruitwendigen, te laten zien. Want het recht op vrije meningsuiting en religie gaat niet alleen maar over de interne vrijheid, over wat je denkt in het diepst van je gedachten, waar je ook van overtuigd bent, in de intimiteit van je persoon, maar het gaat ook over het recht die overtuiging te veruitwendigen, te tonen in het publieke domein. Je hoeft dat niet in de beslotenheid van je huis te doen. Je mag dat tonen. Er wordt iemand gebeld. En dus zonder de vrijheid om zijn godsdienst of overtuiging ook daadwerkelijk te kunnen beleiden, zou de bescherming van deze vrijheid geen praktisch belang hebben. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens zegt, getuigenis afleggen in woord en daad is verstrengeld met het bestaan van religieuze overtuiging. En dat is dus nu net een heel groot probleem bij ons. En je merkt dat vooral de aanwezigheid van moslims er meer en meer wetgeving, maatregelen komen die dat recht op die veruitwendiging van de vrijheid op religie inperken. In 2011, in een broeierige sfeer van strijd tegen de Afghaanse Taliban en terreur, heeft het Belgisch parlement een strafwet aangenomen die vrouwen die het aandurfden om op straat te komen met een gezichtsbedekkende sluier, die vrouwen dus bestraften met een boete, maar ook met een gevangenisstraf. Dus dat heeft men hier gedaan. Daarnaast is er voor vrouwen die er in dit land, in Vlaanderen, voor kiezen om een hoofddoek te dragen bijvoorbeeld, is het quasi onmogelijk, heel moeilijk, om aan een job te geraken bijvoorbeeld. Het is ook heel moeilijk geworden om gewoon naar school te gaan.
voor meisjes die een hoofddoek dragen. Je hebt een aantal jaar geleden de Raad van het Gemeenschapsonderwijs heeft een algemeen verbod uitgevaardigd op het dragen van hoofddoeken. Dat wil zeggen dat in geen enkele gemeenschapsschool het dragen van de hoofddoek toegelaten is. En er zijn al tijdelijke 10 minuten zijn voorbij. Oké, dan krijgen jullie het einde van mijn prachtige verhaal niet te horen. Maar ik ga wel even nog afronden over de hoofddoeken. Dat tegen dat algemeen verbod zijn er dus wel degelijk uitspraken geweest van de Raad van State, maar ook van lagere rechtbanken, die keer op keer zeggen van, maar dit is eigenlijk een schending van mensenrechten, een algemeen verbod, dat kan je niet maken. En toch legt men die beslissingen naast zich neer en gaat het gewoon door met haar algemeen verbod. Maar ondertussen geven ze wel burgerschapslessen in de scholen. En ik veronderstel dat het respecteren van de rechtspraak geen deel uitmaakt van die burgerschapslessen. Voilà, dus de rest kan u lezen op mijn blog. Dank u wel. Time is tight. Dank u wel. In elk geval, en we zullen er u aan houden, we komen dat lezen natuurlijk. Wat we nu, tenminste, ik was u vergeten te zeggen trouwens, dat Rachida juriste was, niet alleen romanschrijfster, maar dat wist u waarschijnlijk, maar indien u het niet wist, dan toch nog even een herinnering. Petra Stine kwam uit Nederland, aangezien er nu en dan wel eens een voorbeeld uit Nederland gegeven wordt, vonden we dat er ook een Nederlandse stem mocht meeklinken. Petra was een tijd lang actief in de diplomatie van Nederland, met name in het Midden-Oosten. Dat is trouwens de reden waarom dat ze naar hier kwam, omdat ze dacht dat Mo voor Midden-Oosten stond. Dat hebben we dan daarstraks moeten uitleggen, dat het eigenlijk mondiaal nieuws was. Petra Stine, heel graag het woord aan jou. Gaat goed. Dames en heren, toen ik gevraagd werd om hier te komen spreken, heb ik ja gezegd. Omdat elk jaar sinds 2013 moet ik aan Razan Zaytouneh denken. Razan Zaytouneh is voor mij het meisje met het rode haar uit Syrië. Toen ik 15 was, in 1980, zag ik de film Het meisje met het rode haar over de Nederlandse verzetsheldin Hanni Schaft. En op onze middelbare school in Roermond hadden we een gesprek. Wat zou jij doen als er oorlog uitbreekt in je land? Dat was helemaal niet zo'n denkbeeldige vraag, want heel veel van onze ouders hadden die vraag moeten beantwoorden daar in dat grensgebied in Roermond, in Limburg. We lijken dat wel eens te vergeten. Jaren later ontmoette ik Razan Zaytouneh, een jonge mensenrechtenadvocate in Damascus. En zij leerde mij iets wat ik jullie vanavond wil delen. Dat het luisteren naar stemmen van mensen in landen zoals Syrië jezelf ook kan helpen om die kwetsbaarheid die we eerder vanavond hebben gehoord, te voelen, te koesteren en ook te beschermen. Mag ik het filmpje? Als ik geef, de hier op het hajm al-thawra aan alle vrouwen en soldaten in Syrië. Maar ik heb geen woorden voor de Syrische regering en het land tot nu toe. بس بدي قلها انه كل شيء عملتيه عظيم من الاغاثه للاسعاف للمشاركه بالمظاهرات الخ ورح يكون عظيم اكثر لما بتطلعي من الظل وتكوني شريكه بصناعه القرار وبصناعه مستقبل سوريا شكرا. Ik
heb me voorgenomen dat elke keer als ik word gevraagd om over mensenrechten te spreken, dat ik de stem van Razan laat klinken. Razan Zaytouneh is 5 jaar geleden samen met haar collega's van de Violation Documentation Center in Damascus ontvoerd. Toen eerder dit jaar Ghouta werd ontruimd door de troepen van Assad, zat ik heel toevallig in Berlijn naast de echtgenoot van Samira, de collega van Razan, een van de zogenaamde Douma 4. Haar echtgenoot heet Yassine El-Hajj Saleh, een van de beroemde intellectuelen in Syrië. Hij heeft me vaker uitgenodigd om over Razan, over Samira te spreken. En hij zegt, Petra, vertel alsjeblieft aan de mensen in Nederland, in België, in Berlijn, in Duitsland, we bestaan. Wij zijn de mensen van het midden. Wij zijn de mensen die tussen de terrorist en die tiran het Syrië willen laten zien waar we van droomden en waarvan nog steeds hopen dat het kan zijn. Afgelopen 2 weken geleden was ik in Parijs, niet om een geel vestje te dragen, maar om mijn vriendin Samar te zien. Samar Yazbek, een van de beroemdste schrijfsters uit Syrië. Misschien zijn er mensen hier in de zaal die haar kennen. En ik vind het altijd heel gek om te zeggen dat ze eigenlijk een soort Ernest Hemingway is van de Syrische revolutie. Haar boeken over Syrië van voor de revolutie in 2011, maar ook daarna, laten je zien wat er gebeurt in Syrië, wat we niet in onze kranten lezen of online op allerlei blogs. In 2012 kreeg zij de Pen Harold Pinter Award voor haar boeken over die Syrische revolutie. En van het geld, het prijzengeld dat ze van die prijs kregen en ook van vele andere literaire prijzen, heeft ze een organisatie opgericht. Women Now for Development. En daar wil ik een kort filmpje van laten zien. De beelden kunnen misschien een heel klein beetje schokkend zijn. Daar moet je tegenwoordig een trigger warning bij zetten. Maar we gaan even naar het oorlogsgebied. Graag het volgende filmpje. في عنا أكثر من حالة ولادين أبي صار هذا موضوع الحالات الوالدة عم بأثر على السيدات والأطفال خاصة في أطفال عم تجي معهم بالبيت ثلاث أصابيك أو ثلاث أس فهذا الشيء كمان بصير كثير عم يكون صعب إنه لو فتحوا المي ما رح لفوق أنا بدي كمان أمام مياه مش عم موضوع النظافة الشخصية فأنا أفضل بتمنى أضع على الحالة تمام هلا عندي بعض الحالات للسيدات انه صارت مع نزيف دموي بسبب الرعب والخوف، هدول السيدات بصراحه ما قدروا اغلبهم اوضاعهم تعبانه ماديه فما قدروا يقدموا فوق صحيه، فالقلع عم يستعمل اقمشه من عنده وعم يتم الاتلاف، الموضوع ما بعرف شو يصير للسيدات، هلا كونه انه انت في عندك عم يكون العدد بين 100 ل 200 شخص او احيانا عم تصل ل 300 ضمن اقضيه، فموضوع الحمامات عم يكون وصول الى صعب للغايه. اول شيء انه بدك انه مثل تقريبا معدول، ثاني شيء انه المياه المالحه بدها فرامه وطالعه من تحت الارض لفوق، والفرامه بتشتغل على الكهرباء وكهرباء حاليا ما في ووقود ما في. النساء الان Women Now for Development zet zich in 5 centra in Syrië, maar ook in Libanon, om vrouwen het gevoel te geven dat ze hun eigen toekomst in hun handen kunnen nemen. Door ze te leren hoe ze op een hele ingewikkelde manier soms nog steeds inkomen kunnen verwerven, maar ook Engelse les krijgen ze, ze krijgen computerles, maar vooral ook leiderschapslessen. Want Samar Yazbek zegt, het Syrië van de toekomst zal een Syrië zijn waar vrouwen een stem moeten krijgen, waarin ze deel kunnen nemen aan het politieke proces. En dat kunnen we nu opbouwen. En dan moet ik toch weer terugdenken, ook aan de verhalen die ik hoorde van mijn ouders, die ik las over de Tweede Wereldoorlog. Mensenrechten zijn niet zomaar teksten in een boek of in een universele verklaring van de mensenrechten. Het gaat over hoe ben je als persoon, als individu. En deze zomer was ik in Parijs, ook om Samar op te zoeken. En
En ze was me vergeten te vertellen dat ze in Angers zat. Ze zei, pak de trein, kom, want we zitten met een aantal vrouwen te werken aan het plan voor Families of Freedom. Want één van de thema's in Syrië, wat alle Syriërs verbindt, of ze nu in het regimedeel wonen of in het ISIS-deel hebben gezeten, alle Syriërs kennen iemand of zijn iemand die iemand kwijt is. En de Families for Freedom is een programma, is een actie dat zegt, als wij weten waar onze geliefden zijn, zoals Razan en haar collega's, broers, ooms, vaders, zonen, dan kunnen we weten hoe we verder kunnen. Er zijn honderdduizenden mensen vermist. Mag ik het volgende filmpje? De dagelijkse realiteit. En ook in de omringende landen, in Libanon, in Jordanië, Turkije, zeggen mensen, we kunnen pas terug als we weten of we onze vader, onze echtgenoot, onze zoon, onze dochter, ons nichtje kunnen begraven. Ik ga afronden. In oktober kwam Zaina Erghayem hier op de foto van de Institute of Peace and War Reporting, Institute of War and Peace Reporting naar Nederland, met drie van haar collega's, drie vrouwelijke journalisten. Ik laat eerst een kort clipje zien. We are here exposed to a genocide in the busy city of Aleppo. ما كنت بتخيل في يوم من الايام انه ادفع ثمن ايماني بشيء هو اغلى شيء عندي بالحياه. اجى جاب كيس فتحه وقام اعطاني فوطات، فشو اللي اعمل فيها؟ قال انا عم بيق بالوحده. فيديو الرساله الاخيره كان باصعب يوم مر علي بحياتي. نزلت بسرعه من السياره وطعام طيران عم يحوم يعني ويغور ويرجع يطلع بس اسا ما ضرب الصاروخ الثاني. انا مرضيت من مدينه الرقه. بنت المدينه المنسيه والمدينه المطلوبه. Zaina Erghayem zegt, in het Westen zien jullie alleen het zwart van de terrorist en het zwart van de tiran. Jullie zijn geobsedeerd door de strijd tegen Daesh, tegen de Islamic State. En daarbij vergeten jullie te kijken naar wat er ook is. Heel erg veel vrouwen die een verhaal te vertellen hebben. En dames en heren, als het gaat over de universele verklaring van de rechten van de mens, dan zeg ik altijd, mensenrechten zijn geen luxe voor goede tijden, maar bittere noodzaak
voor slechte tijden. En ik ben heel blij met het verhaal van Naïma over raakbaar zijn, kwetsbaar durven zijn. En dan ben ik hier ook als ik hier sta, want ergens voel ik een diep verdriet. Dat Razan niet weet, dat we niet weten waar ze is, dat we haar stem niet meer kunnen horen. Maar ik voel het ook dat er een lotverbondenheid is tussen haar en mij. Ik heb in haar land gewoond, ik spreek haar taal. Mijn dochter heeft op een kinderdagverblijf gezeten in Syrië. En die medemenselijkheid die ik voel als ik naar de vrouwen kijk in de Syrische dagboeken, dat gaat ook over mensenrechten. Dat gaat over solidariteit en dat gaat over wederkerigheid. En daar zaten we in de balie in Amsterdam. En er was zo'n meneer, u kent hem wel, die in elke zaal zit, die het beter weet. Nou, die zit hier natuurlijk niet. Maar goed, in de balie in Amsterdam wel. En hij zei tegen een van de collega's van Zijne, ja, maar wat is nou het alternatief? Kunnen jullie niet beter kiezen voor Assad? En Lina zei, ik ben het alternatief, de Syrische vrouw. Wij zullen de toekomst van ons land opbouwen. Blijf ons zien. Luister naar de stem van Syrische vrouwen. Dank jullie wel. Dat je meegebracht hebt en dat je heel dichtbij gebracht hebt, mensenrechten, blijf luisteren naar de stem van vrouwen. Laatste spreker op deze 150 minuten voor mensenrechten is Wies de Grave. En Wies is directeur van Amnesty Vlaanderen en die moest erbij zijn, maar het is tegelijkertijd ook niet zo vanzelfsprekend dat op de dag van het feestje van de mensenrechten de directeur van de mensenrechtenorganisatie in Vlaanderen tijd maakte om op onze mo-lezing te zijn. Heel erg bedankt dus, Wies de Grave. Jij mag afsluiten. Dank u wel, Guy. Het is een hele eer om deze reeks prachtige sprekers en spreeksters te mogen afronden. Ik zal geen poging doen om samen te vatten, maar wel om af te ronden. En ik zal zo vrij zijn om nog enkele minuten van jullie tijd vanavond te vragen. Op het einde van deze intense avond, op het einde van deze intense internationale mensenrechtendag, neem ik u even mee naar Parijs. Het is in hartje Parijs dat het allemaal begon. Aan de Place Trocadéro, in de schaduw van de Eiffeltoren, in het Palais de Chaillot, daar hangt deze plaat. Want het is daar dat precies 70 jaar geleden de universele verklaring van de rechten van de mens werd getekend. We hebben vanavond al veel verontwaardiging gehoord, meer dan terecht. We hebben gesproken over rechten van vluchtelingen, van migranten. We hebben gesproken over sociale rechten, over vrijheid van meningsuiting en over nog veel meer. Als laatste bijdrage wil ik terugkeren naar het begin, naar de essentie van wat in Parijs 1948 is afgesproken. En ik wil vooruitkijken naar de hoop voor mensenrechten in de toekomst. We weten dat de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens 30 artikels omvat. 30 mensenrechten, zo je wil. Maar ik wil deze avond afsluiten met de twee eerste woorden van het allereerste artikel van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. En die eerste zin luidt: alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Alle mensen dus. En vanavond is opnieuw duidelijk geworden dat mensenrechten niet alleen over pacten, over onderhandelingen, over instellingen gaan, maar in de eerste plaats over mensen. Mensen zoals jij en ik. Mensenrechten gaan over onze vrijheid, over onze veiligheid, over onze identiteit en over ons welzijn. Het gaat over ons recht op privacy, ons recht op bescherming tegen geweld en mishandeling, ons recht op vrije meningsuiting, het recht op onderwijs voor onze kinderen. Mensenrechten gaan over mensen als Vitalina. Vitalina is een Oekraïense holibi-activiste die op 8 maart dit jaar door de voorpost van extreemrechtse troepen
in Oekraïne werd aangevallen en met een chemisch goedje overgoot. Toch blijft ze opstaan om mensenrechten te verdedigen in Oekraïne en ver daarbuiten. En Vitalina is een van de 9 mensenrechtenverdedigers, allemaal vrouwen, waarvoor Amnesty International in deze mensenrechtenmaand actie voert tijdens de schrijfmarathon. Want vrouwen en vrouwenbewegingen staan meer dan ooit in de vuurlinie voor de verdediging van mensenrechten. Mensenrechten gaan ook over de Syrische vrouwen, waar Petra over sprak. Mensenrechten gaan over Vitalina, maar ook over de Syriër Mustafa, die vorige winter in het Griekse vluchtelingenkamp Moria omkwam van ontbering. Of mensenrechten gaan ook om Miguel, die in Spanje door harde besparingspolitiek geen medicijnen en geen doktersbezoek meer kan betalen. We moeten mensenrechten dus persoonlijk nemen. Het allereerste woord van het eerste artikel van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens is alle. Alle mensen. En dat wil zeggen dat mensenrechten er zijn voor alle mensen en dat is essentieel. Elk mens heeft het recht om mens te zijn. Eender waar, eender wanneer, wie zij of hij ook is. Elk mens heeft recht op vrijheid, gelijkheid en gerechtigheid. Mensenrechten die kennen dus geen wij en zij. Mensenrechten zijn niet compatibel met een verdelend discours. Als we mensen gaan verdelen in categorieën van zij die rechten hebben en zij die minder of geen rechten hebben, dan vreten we aan het hart van de mensenrechten van binnenuit. Het oprukkend discours dat mensen verdeelt in wij en zij is een van de grootste bedreigingen voor de mensenrechten vandaag. Het ondergraaft de universaliteit van mensenrechten. Om die verdeeldheid te counteren en in solidariteit opnieuw de mensenrechten als moreel kompas voor politieke en samenleving te omarmen, hebben we mensenrechtenkampioenen nodig. Beleidsmakers die verantwoordelijkheid nemen en durven het recht van ieder mens om mens te zijn centraal te stellen. Ik geloof echter niet dat we die zomaar gaan krijgen. Daarvoor is kracht van onderenuit nodig. En dat zien we gebeuren. We zien over heel de wereld burgers en bewegingen opstaan om rechten te claimen, om overheden en bedrijven ter verantwoording te roepen, om respect voor mensenrechten af te dwingen. Denk aan de Ni Una Menos-beweging in Zuid-Amerika, die een vuist maakt tegen geweld tegen vrouwen. Denk aan de moedige vrouwenrechtenactivisten in Saudi-Arabië. Denk aan de jongeren die in de VS bescherming eisen tegen vuurwapengeweld. Maar denk ook aan het burgerplatform voor vluchtelingen in Brussel. Denk aan het werk van de VZW Humijn, Duinkerke en elders. Denk aan de 75.000 mensen die in Brussel actie eisten tegen klimaatopwarming. En denk aan die vele, vele anderen. Het is dan ook met veel overtuiging dat ik deel uitmaak van een organisatie en beweging die aan de zijde van die mensenrechtenverdedigers staat. Ondanks de kwetsbaarheid waar Naima het over had en ondanks de krimpende ruimte waar Cathy over sprak. Want de geschiedenis die heeft geleerd dat het die kracht van onderenuit is die de dingen beter kan maken. En telkens zijn er mensen nodig die opstaan. In de burgerrechtenbeweging, in de vrouwenrechtenbeweging, in de anti-apartheidsbeweging. En die kracht van onderuit, die bewegingen, die blijven opstaan, tonen dat mensenrechten de voorbije decennia als een goede geest zijn die uit de fles gekomen zijn. En geen enkele machthebber of multinational krijgt die geest daar ooit weer in. Geen enkele dictator die krijgt ooit de stop weer op die fles. De brede beweging van mensen die op de barricade staan voor mensenrechten zijn de grootste en mooiste hoop voor de mensenrechten. Beste vrienden, mijn vader die is geboren in 1948. Hij is dus precies even oud als de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Hij heeft in zijn leven gezien hoe mensen gezorgd hebben voor de decolonisatie, voor het verbod op foltering, voor de uitbouw van sociale rechten, voor vrouwenrechten, voor de ontplooiing van seksuele rechten, het terugdringen van de doodstraf. Maar hij heeft ook gezien hoe mensenrechten hun belofte voor veel mensen nog niet hebben waargemaakt. Op zijn 70ste ziet hij hoe we op een cruciaal punt staan, zoals ook vanavond duidelijk werd. Mijn kinderen die zijn geboren in 2011 en 2013. Ze zijn dus 5 en 7. En hoe wij erin slagen om de kracht van mensenrechten opnieuw onder woorden te brengen en in de realiteit om te zetten, zal meebepalen
hoe hun toekomst eruit ziet. Mijn kinderen vragen mij vaak wat ik eigenlijk doe. Wat dat eigenlijk betekent om directeur te zijn van een mensenrechtenorganisatie. Wat dat betekent om mensenrechten te verdedigen. En dan vertel ik hem over het recht om mens te zijn. Het recht van Vitalina uit Oekraïne om te zijn wie ze is. Het recht van Mustafa op bescherming. Het recht van Miguel om naar de dokter te kunnen gaan. En over hoe duizenden en duizenden gewone mensen elke dag die rechten opeisen. En als ik dan de reacties op hun gezichtjes zie, verontwaardiging, strijdvaardigheid en hoop, dan weet ik het altijd weer heel zeker. Mensenrechten, die zijn niet van een happy few, die zijn niet van deze of gene. Mensenrechten, die kennen alleen maar een wij. En mensenrechten zijn van ons en van ons allen. Dank u wel. Dankjewel Luis voor deze waardige afsluiter van een fantastische avond. Dankjewel alle vijf, want er is er eentje verdwenen. Er mocht van elk panel mocht er één man verdwijnen en dat was wel afgesproken. Zodanig dat we heel duidelijk zouden maken dat mensenrechten verdedigen toch in grote mate vandaag een zaak van vrouwen is. Die niet aflaten, die blijven luisteren en die zorgen dat er straks voor die kinderen van Wies een toekomst is waar ze trots op kunnen zijn. Heel erg bedankt aan iedereen. Heel erg bedankt aan de Roma, aan het Duitcafé en aan de buren om deze mollezing mee mogelijk te maken. En dankjewel dat u er weer bij was dit jaar. Tot volgend jaar in de Roma of tot ergens onderweg. Dankjewel.